Halleluja. Je mag gaan zitten. Halleluja. De tegenwoordigheid van God is hier. Amen. Heerlijk. Er is niks zo fijn als een kerk waar de tegenwoordigheid van God is, waar de Heilige Geest zijn gang kan gaan. Amen. Halleluja. Halleluja. God is goed, amen. Ik heb zin in deze tweede avond en de wonderen die Jezus vanavond gaat doen. Halleluja. We hebben gisteren al zulke geweldige wonderen gezien. En nogmaals, dit is een plek. Dit vind ik fijn. We komen in een plek. We willen ten eerste altijd als we genezingscampagnes doen, willen we eigenlijk, zodra het enigszins kan, werken we samen met lokale gemeenten. Want we geloven in de lokale kerk. Ik geloof in de kerk, want Jezus gelooft in zijn kerk. Hij zei, ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen er niet tegen stand houden. Amen. Dus Jezus gelooft in zijn kerk, dus wij geloven in de kerk. Amen. Het is heel simpel. Alles wat Jezus gelooft, geloven wij ook. Amen. En daarom is het geweldig om hier mee samen te werken. De laatste keer dat ik hier was, was niet eens zo heel lang geleden. Toen deden we een bevrijdingsdienst. En er was een glory night. En normaal gesproken, als ik ergens te gast ben sowieso, en we hadden ook geen teams mee. Normaal gesproken doe ik dan nooit een bevrijdingsdienst. Maar God had tegen me gezegd om een bevrijdingsdienst te doen. En ik had er eigenlijk niet zo heel veel zin in. En Arjan, die was met me mee, die kreeg het ook op zijn hart. Zeg, ja, ik denk echt wel een bevrijdingsdienst moeten doen. Maar ik geloof ook in leiderschap en autoriteit. Dus ik zei, pastor Johan, vindt u het goed dat we een bevrijdingsdienst doen vanavond? En ik vergeet nooit meer het antwoord van pastor Johan. Pastor Johan zei, nou, mij is altijd geleerd op bijbelschool dat christenen geen demonen kunnen hebben. Totdat ik voorganger werd, toen wist ik zeker dat christenen demonen hebben. En we hebben een geweldige bevrijdingsdienst gehad. Halleluja. Ik hou ook van voorgangers met humor. Halleluja. Oké, voordat ik ga preken heb ik weer een paar eigenlijk mededelingen die vooral met de dienst te maken hebben. Waarvan we ook zien als mensen deze dingen doen, als mensen deze dingen pakken, is het voor hen ook veel makkelijker om hun genezing te ontvangen. Nummer 1, ik nodig mensen altijd aan om actief te luisteren. Ik zeg altijd alles wat we doen en ook alles wat ik vertel heeft een reden. Er is een reden dat ik bepaalde bijbelteksten voorlees. Er is een reden dat ik bepaalde getuigenissen vertel. En hoe actiever je meedoet, hoe makkelijker voor jezelf ontvangt. Dus ik wil zeggen, wacht niet alleen op het moment dat er misschien voor jouw situatie gebeden wordt of bediend wordt, maar wees heel de dienst gewoon actief bezig met wat er gaande is. Want wat we heel vaak zien is ook dat de getuigenissen die we delen, mensen genezen heel vaak die avond van precies dezelfde dingen. Weet je nog dat ik gisteren een getuigenis deelde van een jongen met een bot wat uitstak, wat vergroeid was, wat totaal genas. En wat gebeurde er gisteravond? We gaan straks een getuigenisvideo zien. Een jongen met botten. Er is een creatief wonder gebeurd waarin botten zijn aangegroeid. Maar heel vaak zien we dat de getuigenissen die we delen dezelfde wonderen gebeuren. En ook de bijbelteksten die ik lees, ik wil je aanmoedigen, zoek het op. Zoek het op. Ik lees niet uit de TDW, niet uit de Tom de Wal, ik lees uit de HSV. Halleluja. En die is voor iedereen hetzelfde. Amen. Dus zoek het op, lees mee, zodat je kan zien wat er staat. En we verhogen geen mensen, we verhogen Jezus Christus, de Zoon van God. Amen. Houd je ogen ook nooit gericht op mensen. Soms zeggen mensen, ja, maar ik ben bij die geweest, ik ben bij die geweest, ik ben bij die geweest. Houd je ogen gericht op Jezus Christus. Amen. Hij is degene waarvan we het verwachten en hij is dezelfde voor iedereen. Amen. Nou, de titel van mijn boodschap vanavond is Jehovah Rapha, God onze geneesheer. God onze geneesheer. En wat ik wil doen is, ik wil je vanavond helpen, zodat je 100% zeker weet dat het Gods wil is dat jij genezing ontvangt. En ik ga je dat laten zien vanuit het Oude Testament, vanuit wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. En ik ga je laten zien aan de hand van wat Jezus deed toen hij hier op aarde wandelde. Maar het is ontzettend belangrijk. Gisteren ben ik ook zo begonnen. Gisteren heb ik uit het evangelie van Lucas voornamelijk gepredikt. En begon ik met het verhaal van die Melaatse man die, toen Jezus van de berg afkwam, zei, op de knieën viel en zei, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus zei meteen, ik wil het, word genezen. Ik wil het, word genezen. Ik heb toen ook gezegd dat heel veel mensen baseren hun doctrine over Jezus, of hun doctrine over genezing, baseren ze op de vraag van de Melaatse. Zoveel christenen bidden, oh Heere, als u wilt, Heere, als u wilt. Terwijl de meester zelf zei, ik wil het, word genezen. Je bouwt je doctrine op het antwoord van de Zoon van God, niet op de vraag van de mens. Amen.
Maar ook voor die Melaatse, hij moest eerst zeker weten. Hij geloofde dat Jezus hem kon genezen, maar hij wist niet zeker of Jezus hem wilde genezen. En zolang je niet zeker weet dat Jezus jou wil genezen, kan je geen geloof hebben voor jouw wonder. En daarom is het niet genoeg. Bijna iedere christen gelooft dat God kan genezen. Als je dat niet meer gelooft, is het wel heel beroerd. Maar dat is niet genoeg. Je moet geloven dat God jou wil genezen. Amen. En de Bijbel leert ons, als jij ziek bent, wil God jou genezen. Maar totdat jij daar volledig van overtuigd bent, als je daar niet van overtuigd bent, dan zit er iets in je hart wat de Bijbel twijfel noemt. Het woord twijfel komt van twee. Je hebt twee gedachten, misschien wel, misschien niet. En Jacobus hoofdstuk 1 zegt, laat degene die twijfelt, iemand die dubbelhartig is, niet denken dat hij iets ontvangt van de Heer. God werkt niet met twijfel. God werkt met geloof. Hebreeën 11 vers 6 zegt, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Dus God is een geloofsgod. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw, God is een geloofsgod. Nou, gisteren gaf ik ook dit voorbeeld, maar we zitten hier met 400-500 man in de zaal. Maar stel je voor, er zou een multimiljonair podium oplopen en die zou zeggen, ik kan iedereen 5000 euro geven. Nou, dat is heel fijn dat hij dat kan, maar daar hebben we niks aan. Iedereen zegt amen, daar hebben we niks aan. Heel fijn dat hij dat kan, maar het feit dat hij het kan, geeft jou geen geloof dat je het gaat krijgen. Nou, stel je voor dat hij zegt, nou, ik ga 40 mensen hier 5000 euro geven. Als ik dan vraag, geloof je dat jij 5000 euro gaat krijgen? Dan zeg je, ik hoop het. Hij kan het geven, alleen hij wil het alleen aan sommigen geven. Dus je ziet, zolang je er niet van overtuigd bent dat jij het gaat krijgen, dat het voor iedereen is, kan je nooit geloof hebben dat je het gaat krijgen. Maar stel je voor dat hij zegt, ik geef iedereen hier 5000 euro en ik wil het aan iedereen geven. Dat is het moment waarop jij geloof hebt dat je zegt, ik ga het krijgen. Amen. Dus hetzelfde werkt met de wil van God als het gaat over genezing. En zodra mensen er volledig van overtuigd zijn dat God hen wil genezen, en dat het niet Gods wil is dat ze ziek zijn, ontvangen ze heel vaak heel snel genezing. Halleluja. Nou, gisteravond, ik wil beginnen met een videootje. Ik wil het mediateam vragen om het videootje klaar te zetten. Gisteravond kwam Joël. Joël, waar zit je in de zaal? Ben je er vanavond? Zou ik naar voren willen komen? Durf je dat? Ja, joh. Nou, ik daal even af. Gaat goed? Jazeker. Bij mij gaat het ook goed. Joël is heel beleefd, heel goed opgevoed. Amen. Nou, gisteravond, waarom ik hem naar voren haal? Omdat gisteravond kwam hij naar voren. En misschien kunnen we eerst even beginnen met die röntgenfoto. Hebben we die röntgen? Lichaam. Zoals u allemaal op de foto kunt zien, staat mijn bot te ver omhoog. En dat hoort niet, het hoort lager te zitten. En ik heb geen kommetje. Dus die heb ik gisteravond weer gekregen. Nou, je ziet in de röntgenfoto, een normale arm, dan zit dat bot zit in een kom. Maar jij had eigenlijk geen kom, dus eigenlijk zat je arm altijd uit de kom, toch? En wat er gisteravond gebeurde, misschien kunnen we het videootje kijken. Waar heb je last van? Ik heb last van mijn armen. Nou ja, last. Van mijn linkerarm heb ik geen last. Maar vanaf mijn geboorte staan mijn armen uit de kom. Waarvan ik de rechter last heb, die kan dan op slot schieten, kan ik hem niet bewegen. En bij de linker heb ik er geen last van, maar het zal wel fijn zijn als die ook genezen zou worden. Oké. Ja. En waar schiet hij in de kom? Gewoon hier in het midden. En dan kan ik hem niet bewegen. In de aanleg is er geen kommetje aangemaakt bij de spaakbeen. Oké. Bij beide armen. Oké. En dat betekent dat het spaakbeen altijd uit de kom is, want er is geen kom. Oké. Dus je hebt een creatief wonder nodig. Soms zit de arm vast. Oké. Strek je handen eens uit. Halleluja. Laat onze handen uitstrekken naar deze jongen. In de naam van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, gebied ik je armen om gezond te worden. Vader, bedank u voor een creatief wonder. De kracht van uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Dat u creëert wat er niet is. In Jezus' naam. Dat je armen nooit meer vast zullen schieten. Dat je armen nooit meer in de kom zullen zitten. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. 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 Ja. Anders. Is het anders? Ja. Wat zeg je? Hij is anders, ja. Vindt het anders? Ja, zeker. En wat is er anders? Ik voel hier gewoon iets gebeuren in mijn arm. Amen. Ja.
Dat is een creatief wonder, dat is een scheppend wonder. God maakt wat er niet is. Ja. Ja, nieuw aan. Jezus Christus. Halleluja. 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 En vertel eens wat je vandaag hebt gedaan. Hoe ging het vandaag? Ja, vandaag heb ik armpje gedrukt met mijn vader. Ja, ja. En heb je gewonnen? Ja, nog net niet. Is je vader in de zaal? Oké. Okay. Die is er morgen. Oké, okay. Dan zal ik profiteren dat jij gaat winnen de volgende keer ook. Dat is een mooie. Oké. Okay. Hoe oud ben ik dan? 16? Ja, op je 16e wil je winnen? Dat kan nu ook al, zegt hij. Halleluja. Zullen we God een heel groot applaus geven? Dankjewel. Halleluja. Dit is de scheppende kracht van God. Dit zijn scheppingswonderen. Dit zijn creatieve wonderen. Dit is niet genezing. Dit is een wonder. God maakt iets wat er niet is. Amen. Nou, diezelfde kracht is hier vanavond. Dit is de kracht van de Heilige Geest. Als jij een scheppingswonder nodig hebt in je lichaam, zal je het vanavond ontvangen in de naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Halleluja. We hebben God, misschien kunnen we die video van die man die vanaf zijn geboorte af, ik weet niet hoe oud die is, maar laten we minimaal 50 zeggen. Laat die video zien van die man die vanaf zijn geboorte af doof was in zijn rechteroor. Hebben we die? Waar had je last van? Mijn gezicht. En wat was er gebeurd? Ik ben met mijn bol afgevallen. Heel even wachten, zet hem even pauze. Van hoe hoog was je gevallen? Dit is een andere video. Van 5 meter. Hebben we ook de goede Sander, weet je het, of niet? Hebben we ook een video van iemand die doof was? Dit is ook een gaaf verhaal. Deze man was van 5 meter hoog, 11 jaar geleden, of op de bouw, van de bouw, van een steiger, met zijn gezicht op een stenen muur gevallen, waardoor zijn hele gezicht verbrijzeld was, en met stalen platen, pinnen en haken aan elkaar was gezet. En sinds die dag, 11 jaar geleden, kon hij niet meer ruiken. En hadden zijn gezicht met stalen platen en schroeven aan elkaar gezet. De kracht van God raakte hem. Het staal verdween uit zijn gezicht. En hij kon weer ruiken en hij is totaal genezen. Halleluja. Mooi wonder. Alleen niet degene die ik bedoelde. Halleluja. Maar gelukkig hebben we wonder in overvloed. Halleluja. We kunnen kiezen. Amen. Ik heb letterlijk op mijn computer gewoon alleen de getuigenissen die ik krijg. Gewoon een lijst met honderden getuigenissen van mensen die genezen in de diensten. Hebben we hem Sander of niet? Oké. Okay. We hadden iemand anders was doof vanaf zijn rechteroor, vanaf zijn geboorte. Is Dennis in de zaal? Is Dennis in de zaal? Komt morgen Dennis? Gaan we morgen zijn getuigenis horen? Dennis die kwam vorige keer naar de dienst in Hoge Zand. Hij was 7 keer geopereerd. Hij was mishandeld, 8 jaar terug. 7 keer geopereerd. 12 stalen pinnen in zijn been, waardoor hij niet meer kon wandelen. Hij zat in een rolstoel en de kracht van God raakte hem. Hij is totaal genezen en hij wandelt weer. Halleluja. Ik heb gehoord dat hij ook weer naar de sportschool gaat, dus ik ga geen wedstrijdje opdrukken doen met hem. Dat deed ik de vorige keer met iemand die genas, maar die was beter dan ik dacht. Halleluja. Maar waarom haal ik het voorbeeld aan van Joël? Omdat je ziet met kinderen en die gewoon veel makkelijker geloven. Veel makkelijker geloven. Ik wil een nieuwe arm. Roos Lind kwam in Amsterdam. Ze kwam naar voren lopen tijdens genezing en zegt, ik heb -6 en ik geloof dat het niet meer nodig is. En het was, oké, in de naam van de Heer Jezus Christus, wees gezond. En de ogen zijn totaal genezen. Halleluja. Dat is de zekerheid. Zeg eens de zekerheid. De Bijbel zegt, het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. En het bewijs van de dingen die we nog niet kunnen zien. Maar voordat je het zeker kan weten, moet je overtuigd zijn dat het de wil van God is om jou te genezen. Nou, let op, met al deze getuigenissen die ik deel, er zit een geest van profetie achter dat God hetzelfde wil doen in jouw leven. Amen. De scheppende kracht van God is hier. Mensen hier gaan lichaamsdelen terugkrijgen. Gisteravond bij het eerste gebed verdwenen meteen 7 mensen kwamen getuigen dat er staal uit hun lichaam was. Dit appje kreeg ik vandaag ook. Of tenminste, kwam op de infomail. Dit is ook gewoon grappig. Even kijken. Hier. Dit was van iemand die er gisteravond was, Quintina. Er werd gebeden voor iedereen met ijzer in zijn lichaam. Bij mij is gebeden voor het ijzer in mijn enkel. De ijzeren pin is verdwenen aan mijn enkel. Want bij thuiskomst heeft mijn man de metaaldetector, die alles detecteert, gepakt, tegen mijn enkel gehouden. En hij gaf geen ijzer aan. Prijs God. Halleluja.
Wij moeten ook zo'n ding kopen voor de bediening. Piep, piep, piep. Ik weet niet of die vrouw er gisteravond was die een brace om had, die 20 jaar lang haar arm niet kon opheffen. Ik weet niet of ze er vanavond is. Maar gisteravond was er een vrouw die kwam met een brace. De arm zat in een brace. 20 jaar lang kon ze de arm niet opheffen. De kracht van God raakte er. Ze is genezen. Ze gooide de brace in de lucht. Het zonde was, ze had het ding 1 dag. Ze had een nieuwe gekocht. Ik zei, dat doe je voor de genezingsdienst. Maar ze had al heel lang die brace alleen van de arts. Ze had 20 jaar. Dus van de arts was ze toe aan een nieuwe. Halleluja. Nou, lekker snel op marktplaats gezet tegen elk aannemelijk gebed. Halleluja. Nou, we hebben zoveel wonderen gezien. Ik denk, toen de laatste keer dat we in Groningen waren, ik denk aan Anja Fokkes. Die had haar rug gebroken. En ik geloof dat God vanavond mensen gaat herstellen die ook hun rug gebroken hebben. Daarbij werd een zenuw geraakt. Ze kon niet geopereerd worden. Ze was 44 jaar oud. Ze werd afgekeurd en ze kon eigenlijk helemaal niks meer. En de kracht van God raakte er en ze werd totaal genezen. Halleluja. Kan je je voorstellen wat er gebeurt met dat soort wonderen? Als iemand afgekeurd is, niks meer kan, de kracht van God komt, boem, raakt je en geneest. Dat zijn de grote wonderen van God. Amen. Maar hoe begint dat? Door zeker te weten dat de wil van God is dat je geneest. Halleluja. Het is niet voor niks dat de apostel Johannes, die de oudste apostel was, schrijft in 3 Johannes 1 vers 2. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat. Dat is zwak vertaald. De Engelse vertaling zegt, I pray that you prosper in all things. Ik bid dat u in alles voorspoedig wordt en dat u gezond bent. Halleluja. Diezelfde apostel Johannes schrijft naar ons dat we moeten bidden naar de wil van God. Ik durf te wedden dat hij weet hoe hij moet bidden naar de wil van God. En hij bidt naar de wil van God voor de gemeente. En hij zegt, ik bid dat u in alles gezond bent. En ik bid dat u het in alles goed gaat. Dat is de wil van God voor jouw leven. Amen. Zeg eens, gezondheid is de wil van God voor mijn leven. Halleluja, ik heb mezelf al vrolijk gepreekt. En ik geloof ook dat mensen tijdens de preek gewoon gaan genezen. Halleluja. En gisteravond, dat meisje was ook mooi. Die haar rug niet kon buigen, achter ze voren. Je bidt, je zegt, buig, huppakee. Buigen, totaal genezen. Halleluja. Kinderen ontvangen vaak makkelijk. Kinderen ontvangen vaak makkelijk. Ze vinden het makkelijk om te geloven. Ze vinden het makkelijk om te geloven, amen. Nou, ik wil eerst eens gaan kijken naar Gods genezende kracht onder het oude verbond. Gods genezende kracht in het Oude Testament. Zoals je weet waarschijnlijk bestaat je Bijbel uit een Oud Testament en een Nieuw Testament. Maar het is dezelfde God. Zeg eens, dezelfde God. Het is precies dezelfde God. En we zien dat God maakt de hemel en de aarde, in Genesis hoofdstuk 1, God schiep de hemel en de aarde. En God schiep de aarde voor de mens. Nou, een vriend van mij die reed laatst naar iemand toe, en ik weet die ook een bijbelprediker in Nederland, die heeft heel veel moeite met genezing, en die preekt ook dat ziekte de wil van God is. En hij zei, ik rijd naar hem toe, ik heb een gesprek met hem, heb jij een vraag voor hem? Ik zei, ja, ik heb wel een vraag. Als ziekte de wil van God is, op welke dag van de schepping schiep God ziekte? Ik heb tot vandaag geen antwoord gehad. God schiep geen ziekte. Ziekte deed zijn intrede, kwam toen de zondeval kwam, toen de vloek kwam en toen de heerschappij van Satan kwam, omdat Adam en Eva de Satan gehoorzaamden. Ziekte kwam niet als onderdeel van het plan van God. Eva ging niet in een rolstoel door het paradijs heen, Adam erachteraan met een blinde geleide hond. Dat de slang zei, eet van die vrucht. Welke vrucht? Deze? Auw, zegt de slang. Dat is mijn staart. Nee, dat is niet het verhaal. Halleluja. En we moeten beseffen, heel veel dingen die we lezen in het Oude Testament, de Bijbel zegt dat het slechts een schaduw is van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Heel veel dingen uit het Oude Verbond verwijzen naar de komst van Jezus Christus, naar de Zoon van God. Het heeft, zegt Hebreeën hoofdstuk 10 vers 1, slechts een schaduw van de toekomstige heilsgoederen. Van de toekomstige inhoud van Gods reddende kracht. En ik wil naar een aantal van die beelden met je gaan kijken. En als we hiernaar gaan kijken, dan moet je in gedachten houden dat Hebreeën zegt, in Hebreeën 8 vers 6, hoef je niet op te zoeken, maar daar staat dat Jezus Christus is middelaar geworden van een beter verbond. Zeg eens een beter verbond. En een verbond wat in betere beloftes is vastgelegd. Halleluja.
Het nieuwe verbond is beter dan het oude verbond. Maar zelfs in het oude verbond zitten al veel dingen die we kunnen leren over God. En het eerste wat ik met je wil lezen is Exodus hoofdstuk 15. Ik zal de dop open doen, dat helpt. Gelukkig zag niet iedereen het. Daarom vertel ik het zelf. Nou, wat je moet beseffen als je het Oude Testament leest, en zeker Israël en het volk van Israël, is dat de Israëlieten hadden 400 jaar, zeg eens 400 jaar. 400 jaar in slavernij geleefd. Dus die hele generatie Israëlieten kende God eigenlijk niet. Het is Mozes die dan door de woestijn loopt, brandende braanstruik, krijgt een ontmoeting met God. En dan zegt God dat hij naar de farao moet gaan en zegt, laat mijn volk gaan. En dan zegt Mozes, wie moet ik zeggen dat me gestuurd heeft? En dan zegt God, ik ben. Ik ben die ik ben. Dat is de naam die God geeft aan Mozes om mee te geven. Vervolgens, ook met plagen, met wonderen, met tekenen, bevrijdt God zijn volk uit Egypte. Ze trekken door de Rode Zee en ze komen naar de overkant. En op een gegeven moment staat er in vers 23 van Exodus hoofdstuk 15, ze kwamen bij Mara. En zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten wij nu drinken? En hij riep tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout. Zeg eens hout. En hij wierp dat in het water. God wijst Mozes op hout. Dat wijst naar het hout van Christus, naar het hout van het kruis, ga ik je laten zien. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk een verordening en een bepaling gegeven. Daar heeft hij het op de proef gesteld. En hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God, doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekte, zeg eens geen enkele van de ziekte, over u brengen, die ik over Egypte gebracht heb, want ik ben de Heere, uw heelmeester. In het Hebreeuws staat daar, ik ben Jehovah Rapha. God had zich bekendgemaakt als ik ben, maar vervolgens gaat God eigenschappen aan die naam toevoegen om duidelijk te maken wie die is. En de eerste verbondsnaam die God hier bekend maakt aan Mozes en aan het volk is ik ben Jehovah Rapha. Ik ben de Heere, uw geneesheer. Ik ben de Heere, uw dokter. Ik ben de Heere die u geneest. Halleluja. En nogmaals, het volk kende God niet. Dus het volk had gezien plagen en ziekte in Egypte. Maar God zegt tegen zijn volk, dat is niet wie ik ben. Ik zou geen enkele van de ziekte die je in Egypte hebt gezien op mijn volk leggen. Want ik ben de Heere, je geneesheer. Hij is niet de God die ziek maakt. Hij is de God die geneest. Hij is de God die gezond maakt. Halleluja. Eén van de namen van God is Jehovah Rapha. De Heere die geneest. Sommige mensen zeggen, de tijd van wonderen is voorbij. Er is nooit een tijd van wonderen geweest. Er is een God van wonderen en hij verandert niet. Halleluja. Ik weet dat mensen vandaag de dag allerlei dingen wijzigen. Hun geslacht, weet ik veel wat ze wijzigen. Maar God heeft zijn naam niet gewijzigd. Hij is nog steeds de Heere die geneest. Halleluja. Ik ben de Heer en ik verander niet. Nou, dat is de enige eigenschap van God die je niet hoeft over te nemen als christen. Sommige christenen zitten ook zo in de kerk. Ik ben Piet en ik verander niet. Maar hij is nog steeds Jehovah Rapha. Maar wat zei God tegen Mozes? Pak een stuk hout. Dit hout verwijst naar het hout van het kruis van Christus. Want 1 Petrus 2 vers 24 zegt, hij heeft onze zonden en onze ongerechtigheden gedragen op het hout. En door zijn striemen zijn we genezen. Halleluja. God liet al zien in Exodus 15 dat Christus zou komen om te sterven aan het kruis. En dat hij daardoor de geneesheer zou zijn. Amen. Nou, aan hoeveel mensen beloofde God dit? Aan het hele volk. Zeggen ze het hele volk. God zegt nergens, ik ben de God die sommigen geneest. Ik ben de God die willekeurig geneest. Nee, hij is de geneesheer voor zijn hele volk. Halleluja. En dat was Gods plan. En hier zie je al dat het volk van God niet hoefde te lijden onder de ziektes van de wereld. Halleluja. En dit zie je constant. Exodus 23, vers 25... Daar zegt God,
U moet de Heer, uw God, dienen. Hij zal uw brood en uw water zegenen. En ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Halleluja. God zegt, ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Zeg eens, God zal ziekte uit mijn midden doen wijken. Halleluja. Daarna beloofde God aan zijn volk, geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen volmaken. Dat is het plan van God, dat is de wil van God. En ik profeteer in de naam van de Heer Jezus Christus, dat ziekte uit je midden zal wijken en dat je je dagen zal volmaken. Halleluja. Dat is de wil van God. In Deuteronomium 7 vers 15, daar staat de Heere zal alle ziekte van u weren. Halleluja. De Heere zal alle ziekte van u weren. Je ziet constant dat het niet de wil van God was, dat het niet de plan van God was, dat Gods volk onder ziekte zou lijden. Het ziekte kwam onder de vloek. Als ze ongehoorzaam waren en buiten de wil van God wandelden, dan zouden ze getroffen worden door ziekte. Maar het goede nieuws in Galaten hoofdstuk 3 zegt de Bijbel dat Jezus Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Halleluja. Maar het plan van God was dat ze zouden wandelen in gezondheid en in genezing. Halleluja. Hij is de God, Psalm 103, vers 3, die al uw ongerechtigheden vergeeft en die al uw ziekte geneest. Iedere keer als de Bijbel spreekt over genezing, laat God zien dat het zijn wil is om te genezen. Nou, dit was onder een oud verbond. Dit was onder een minder verbond. Dit was onder een verbond met mindere beloftes. Hoeveel te meer is dit de wil van God vandaag de dag voor ons? Amen. Een tweede voorbeeld hiervan zien we in Numeri. Wat zien we daar namelijk? Op een gegeven moment komt het volk in de woestijn. En in Numeri 21 lezen we dat het volk is ongehoorzaam. De wet is gegeven, er komt oordeel. En dan lezen we dat er slangen komen onder het volk, gifslangen. En door die slangen worden mensen ziek. En dan vraagt God, of Mozes vraagt om een oplossing. En dit is wat God zegt in Numeri 21 vers 8. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Numeri 21 vers 8. En de Heere zei tegen Mozes, maak u een gifslang en zet hem op een staak, zet hem op een stok. En het zal gebeuren dat een ieder die gebeten is, zal blijven leven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op een stok. En het gebeurde, als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang moest kijken en hij bleef leven. Hier werden mensen ziek onder het volk, maar God gaf Mozes een oplossing. Ze maak een koperen slang en zet hem op een stok. Nou, gisteren sprak ik over de protestanten. Heel veel van ons komen uit de protestantse hoek. En protestanten, die hebben het in hun bloed om altijd tegen te zijn. Ze hebben altijd protest, tegen. Het was maar goed dat Mozes geen leiding gaf aan de PKN-gemeente. Zodra we in een dienst een koperen slang op een stok beginnen te prikken en zeggen, daar moet je naar kijken, iedere protestant zegt, dit is het einde van deze dienst. Dat zijn niet de diensten die we gewend zijn. Maar onze God kan vreemde en ongewone dingen doen. Amen. En de Bijbel zegt dat een ieder die keek naar die slang genas. Zeggen ze een ieder. Niet sommigen. Iedereen die keek. Maar waar verwijst die slang naar? Wat zegt Jezus in Johannes 3? Johannes 3 vers 14. Daar zegt Jezus dit. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Halleluja. Die koperen slang op die stok wees al naar Jezus Christus die aan het kruis zou hangen. Als een koperen slang genoeg was onder een minder verbond om iedereen te genezen. Hoeveel te meer is het vandaag genoeg om te genezen. Nu Jezus Christus, de Zoon van God, echt gestorven is aan het kruis en je door zijn striemen genezen bent. Dit zijn schaduwverhalen. Dit zijn verhalen die slechts wijzen naar Christus. Maar onder al die schaduwverhalen zie je altijd dat het Gods wil was om te genezen en dat het Gods wil was voor iedereen. Amen. En zo heb je zoveel prachtige verhalen. Een ander mooi verhaal. Het staat in Exodus, je hoeft het niet op te zoeken. In Exodus, dit is dus weer even terug, voordat ze bevrijd werden. Voordat ze bevrijd werden uit Egypte.
En God komt met de laatste plaag. En dan zegt God, slacht een lam en pak het bloed en smeer het aan de deurposten. En we weten wat er gebeurde. Het bloed van het lam zorgde ervoor dat het oordeel van God voorbij ging. Net zoals dat je vandaag de dag gered kan worden en voor het oordeel bewaard kan worden als je vertrouwt in het bloed van het lam. Halleluja. Maar dat was niet het enige, want God wist dat het volk een probleem had. Het waren namelijk 2 miljoen mensen. Probeer eens 2 miljoen mensen te evacueren in korte tijd. Als je 2 miljoen mensen van een heel volk moet evacueren, hoeveel zouden er te oud zijn, te zwak zijn, te ziek zijn, niet goed te been zijn, weet ik veel wat ze allemaal zouden hebben, waardoor je niet met z'n allen kan vertrekken en kan vluchten. En het is nogal lullig om iedereen in het bejaardenhuis achter te laten, iedereen in het ziekenhuis achter te laten, jullie door de Rode Zee, dag! Dus God wist, dat gaan we niet doen. Dus God zei, je moet niet alleen het bloed van het lam pakken, je moet ook het paascha maken. Het lam moest gegeten worden met ongezuurd brood. Dat werd de verbondsmaaltijd, het paascha. En op het moment dat het volk het paascha at, toen het lam werd geslacht en het ongezuurde brood werd gegeten, kwam de genezende kracht van God over het volk en iedereen van het volk genas. De Bijbel zegt in Psalm 105 dat God leidde zijn volk uit met zilver en goud. En er staat in vers 37, de Willibrord-vertaling, de katholieken, prijs God voor de katholieken, daar staat geen stam die een kreupele kende. Iedereen werd genezen. De Jubilee-vertaling en de Wycliffe-vertaling zeggen, er was geen één persoon ziek onder hen. En de MBV zegt, niemand ging strompelend weg. Toen ze aten van het lam en toen ze waren onder het bloed van het lam. Boom, de kracht van God raakte ze. Ze genazen boven natuurlijk en ze renden er vandoor. Halleluja. Als dat kon, toen, hoeveel te meer? Paulus zegt, ons paaslam is nu voor ons geslacht. Christus Jezus, halleluja. Op het moment dat het lam geslacht is, is pas de echte genezende kracht van God beschikbaar geworden. Amen. Wist je dat er staat in Kronieken, in 2 Kronieken hoofdstuk 30 vers 18, hoef je niet op te zoeken. Maar daar, koning Hiskia, die stelt opnieuw het paascha in. En dan gaan ze die verbondsmaaltijd nemen, alleen ze doen het niet helemaal zoals de bedoeling is. Maar Hiskia zegt, Heer, vergeef het. Vergeef het ons volk, maar we vieren het paascha. En dan zegt de Bijbel, Hiskia bad echter en zei, laat de Heere die goed is, verzoening doen voor hem. En dan zegt vers 20, en de Heere verhoorde Hiskia en hij genas het volk. Toen Hiskia weer het paascha vierde, boom, diezelfde genezende kracht van God. En het volk genas, halleluja. Er zit genezende kracht in het bloed van het lam, halleluja. En dit was slechts een schaduw. Dit was slechts een voorafbeelding. Maar wij leven onder het nieuwe verbond, wat in betere beloftes is vastgelegd. Halleluja. I preach myself happy today. Halleluja. Als we nu zouden stoppen, hadden we een goede dienst gehad. Amen. Maar er zijn meer van dit soort verhalen. Daarom ben ik een nieuw boek aan het schrijven. Het is al af. Het is naar de drukker. We gaan het 55.000 keer drukken om ieder religieus persoon in Nederland te irriteren. De titel is God geneest altijd. Halleluja. God geneest altijd. Halleluja. Ik heb er nu al zin in. Er zijn veel meer van dit soort verhalen. Lees eens mee in 2 Koningen 2, vers 19. Ik zie dat ik hem hier heb uit de MBV. 2 Koningen 2, vers 19. Man, ik hou van deze verhalen onder het oude verbond. Leer je iets deze dienst? Amen. Halleluja. 2 Koningen 2, vers 19. De inwoners van Jericho zeiden tegen Elisa, de ligging van de stad is goed zoals u ziet, maar het water is slecht en de grond veroorzaakt misgeboorte. Elisa zei, dit is de profeet Elisa, breng me een nieuwe schaal met wat zout erop. Iedereen zegt zout. En ze brachten hem een schaal. En Elisa ging naar de bron en strooide daar zout in, terwijl hij zei, dit zegt de Heere, hierbij zuiver ik dit water. Het zal geen sterfgevallen of misgeboorte meer veroorzaken. En tot op de dag van vandaag is het water daar zuiver, zoals Elisa heeft gezegd. Halleluja. Hier kwam genezende kracht, waar eerst iedereen ziek werd van het water.
Elisa zegt, breng me een nieuwe schaal. Een nieuwe schaal, een smetteloze schaal, verwijst naar het lichaam van Christus. Halleluja. Het verwijst naar het lichaam van Christus. En hij zegt, leg er zout op. Zout in het Oude Testament was een teken van het verbond. De Bijbel zegt een aantal keer dat God het verbond met zout bekrachtigd had. Ik ga je niet de tekstreferenties geven. Bestel mijn nieuwe boek maar als die uit is. Hij is gratis. Halleluja. Zeg eens een met zout bekrachtigd verbond. Nou, wat deden ze met een zoutverbond? In het Oude Testament hadden mannen vaak een bundeltje met zout mee aan hun heup hangen. En op het moment dat ze een verbond aangingen en ze maakten een afspraak met elkaar, dan pakte je wat van jouw zout uit jouw buidel en dat deed je bij die ander en die ander deed dat bij jou. En daarmee zei je, zoals ik nooit meer het zout kan terugpakken, mijn zout uit jouw buidel, zo kan dit verbond nooit meer teruggedraaid worden. Dit is wat Elisa liet zien. Genezing is onderdeel van het verbond. Het is een met zout verkrachtigd verbond. En het kan er nooit meer uitgehaald worden. Halleluja. Want het verwijst naar Jezus Christus. Amen. In Jesaja 53 gaan we zien, stierf Jezus en zegt de Bijbel, hij heeft onze ziekte gedragen. Heel de vraag of het de wil van God is om jou te genezen, is niet meer relevant, want het is al te laat, want Jezus Christus heeft de prijs al betaald. Het is een met zout bekrachtigd verbond. Je kan het er nooit meer uithalen. Hij kan niet meer van het kruis af. Hij kan niet meer terug naar het graf. Hij is gekruisigd, hij is opgestaan en door zijn striemen ben je genezen. En dat is het verbond wat God met ons gesloten heeft. Halleluja. Er zijn zoveel van dit soort verhalen. Wie wil er nog eentje? Halleluja. De rest niet, maar je krijgt hem toch. Halleluja. Want ik word er zelf blij van. Halleluja. Ezechiël 47. Ezechiël krijgt... Halleluja. Zeg eens halleluja. Ik heb het in ieder geval naar mijn zin. Ik heb in ieder geval een goede dienst gehad. Halleluja. Ezechiël 47. Ezechiël kreeg een visioen van een nieuwe tempel. Een nieuwe tempel. Uiteindelijk weten we dat ook de ultieme vervulling hiervan was onder Christus Jezus. Want Christus zei, breek deze tempel af en ik bouw hem in 3 dagen weer op. Dat ging niet over de natuurlijke tempel, het ging over zijn lichaam. En dat is waar Jezus over spreekt. Maar dan krijgt Ezechiël een visioen dat uit de nieuwe tempel komt een rivier. Ezechiël 47 vanaf vers 8. En hij zei dit tegen mij. Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. En in de zee uitgestort wordt het water gezond. Als het naar het oosten stroomt, dan stroomt het richting Sodom en Gomorra, waar de dode zee ligt, vol met zout, waar je op kan drijven. En het zal gebeuren, vers 9, dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Zeg eens, zullen leven. Daar zal heel veel vis zijn. Halleluja. Ik ga mijn volgende visvakantie daar naartoe. Prijs de Heer. Omdat dit water daar doorheen komt. En alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. En langs de beek, vers 12, langs de oever ervan, zullen aan de ene kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelkomen en de vrucht niet zal opraken. En elke maand zullen nieuwe vruchten voortbrengen. En het water stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot dienen en het blad ervan tot genezing. Halleluja, zeg eens tot genezing. Dit spreekt over de nieuwe tempel en over het water wat eruit stroomt. Welk water is dit? Dit is het water van de Heilige Geest. Halleluja. Dit is het water, spreekt om het nieuwe verbond van 2 dingen. In Johannes hoofdstuk 4 zei Jezus tegen die vrouw, wie van het water drinkt wat ik hem geef, zal nooit meer dorst hebben. Dat spreekt over je redding, over vergeving van zonde. Mensen dorsten naar gerechtigheid. Mensen dorsten naar vrede met God. Maar als je drinkt van het water wat Jezus Christus je geeft, zal je nooit meer dorst hebben. Want hij geeft je eeuwig leven. Hij vergeeft je zonde. Hij vergeeft je ongerechtigheid. En je hebt nooit meer dorst. Want Jezus Christus heeft je hart vervuld. Halleluja. En daarnaast, zegt Jezus in Johannes hoofdstuk 7. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit je binnenste gaan stromen. En dit sprak hij over de Heilige Geest. Er is een rivier van de Heilige Geest. En overal waar die rivier stroomt, is genezing. Overal waar die rivier stroomt, is leven. Halleluja. En langs de rivier komen bomen.
op. En het blad ervan is tot genezing van de heidenvolken. Halleluja. Dit sluit aan bij Openbaring 22. Waar we een visioen zien, waar Johannes een visioen ziet. En hij liet mij een zuivere rivier zien, vers 1. Van het water des levens, helder als kristal. Die uit de troon van God en van het lam kwam. Uit Jezus Christus, uit de troon van God, stroomt een rivier. En in het midden van haar staat, straat. En aan de ene kant, van de andere zijde van de rivier, bevond zich de boom des levens. Jezus is al de boom des levens in Genesis. Helemaal in het begin. Want als je van hem eet, heb je eeuwig leven. Zijn je zonden vergeven. Breng je de eeuwigheid door met God. Hij is de boom des levens. Hij zit op de troon in de hemel. Uit hem stroomt een rivier, zegt de Bijbel. En de 12 vruchten voortbrengt, van maand tot maand. Er is altijd vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. Er is genezende kracht in het offer van Jezus Christus. Halleluja. Er is een rivier die stroomt van de troon van God. En iedereen die erin springt en iedereen die ervan drinkt, ontvangt genezing in de naam van de Heere Jezus Christus. Halleluja. Halleluja. Nou, daarom is het raar dat mensen zeggen dat genezing niet meer onder het nieuwe verbond is. Als je kijkt naar de verbondsnamen van God uit het Oude Testament, dan zie je dat iedere verbondsnaam werd vervuld in Jezus Christus. Iedere verbondsnaam, ik ga er een aantal opnoemen. Jehovah Shammah, de Heere is aanwezig. Hoe is God aanwezig in ons leven? Omdat Jezus Christus de aanwezigheid van God. Hij heeft ons in de aanwezigheid van God gebracht. Want zonder Jezus kon niemand in de nabijheid van God komen. Amen. Jehovah Shalom, de Heere onze vrede. Jezus heeft ons vrede gebracht, want de straf die ons vrede aanbrengt, was op hem. Jehovah Roi, de Heere onze herder. Jezus zei, ik ben de goede herder. Iedere verbondsnaam, Jehovah Jireh, de Heere onze voorzienaar. Die naam kreeg hij bij Abraham op de berg, Genesis 22. Diezelfde berg waar Jezus Christus een paar duizend jaar later stierf. En door hem, zegt de Bijbel in Filippenzen hoofdstuk 4, zal God voorzien in alles wat je nodig hebt, in zijn rijkdom en heerlijkheid in Christus Jezus. Halleluja. Jehovah Nissi, de Heere onze overwinning. God zij dank die ons de overwinning geeft in Christus Jezus. Jehovah Tzidkenu, de Heere onze rechtvaardigheid. Wij zijn rechtvaardig dankzij Jezus Christus. Elke verbondsnaam van God wordt vervuld in het offer van Jezus Christus. Halleluja. En een van de namen van God is Jehovah Rapha, de Heere die geneest. En door zijn striemen zijn wij genezen. Halleluja. Halleluja. Genezing is onderdeel van het verbond van God. En daarom kan niemand het afpakken. Halleluja. 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 Roep eens halleluja. 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 I preach myself happy. Woehoe. Roep eens woehoe. Man, ik heb alleen nog maar uit het Oude Testament gepreekt. Maar als genezing geen onderdeel is van ons verbond met God. Waarom? Omvat dan iedere schaduw, iedere voorafbeelding, iedere verwijzing naar Jezus Christus genezing voor iedereen die het nodig heeft. Het is tijd dat er een revolutie komt op het gebied van genezing. Een reformatie op het gebied van genezing. En dat we prediken dat genezing bij het verlossingswerk van Jezus Christus hoort. En er zijn allerlei theologen, maar het probleem is met theologen dat ze logen. Die zeggen, ja, genezing is geen onderdeel van het verlossingswerk. Het zit niet in het verlossingswerk, maar het valt er buiten. God doet niks buiten het verlossingswerk van Jezus Christus. Er is geen andere bron dan het kruis van Golgotha en de troon van God. Dat is waar God mee werkt, halleluja. Halleluja. Man, ik ben blij. Halleluja. Laten we Jesaja 53 lezen. Ik geloof, terwijl ik dit preek, dat ziekte al gewoon van mensen afbreekt. Want de Bijbel zegt, God zond zijn woord en hij genas hen. Ik ga deze op naar mezelf terugluisteren. Jesaja 53. Daar staat dit. In vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet en als wij hem maar zagen was er geen gedaante dat wij hem begeerd zou hebben. Dit spreekt overduidelijk over Jezus.
Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. Andere vertalingen zeggen een man van pijn. Bekend met ziekte, als iemand voor wie men het gezicht verbergt. En dat staat er in vers 4. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Halleluja. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Nou, hier zegt de Bijbel letterlijk dat Jezus Christus heeft onze ziekte gedragen. En er zijn er nogmaals theologen die logen, die zeiden ja, maar dit gaat eigenlijk over zonde. Dit woord ziekte komt 24 keer voor in het Oude Testament en het betekent 24 keer fysieke ziektes. Fysieke ziektes. Sommigen zeggen ja, maar het is geestelijk. Nee, het is niet geestelijk. Ditzelfde woord staat in een verhaal in Koningen, waar staat die koning werd ziek en viel uit het raam en stierf. Hij viel niet uit een geestelijk raam, hij viel uit een fysiek raam en hij stierf fysiek. Halleluja. Sommige mensen willen het gewoon niet geloven. Maar de Bijbel zegt, hij heeft onze ziekte gedragen. Hij heeft onze ziekte op zich genomen. Nou, als Jezus Christus het gedragen heeft, hoef jij je niet langer te dragen. Amen. Want hij heeft het gedragen. Vervolgens staat er, hij heeft ons, in het Hebreeuws staat makop, wat wij vertalen met smarten. Nou, niemand weet wat een smart is. Ja, zo'n autootje, maar dat wordt er niet bedoeld. En ook geen smarties. Sommige mensen zeggen, jammer. Dat woord smarten betekent pijn, maar het verwijst naar fysieke pijn. Ook hier zijn mensen, nee, dat gaat alleen over geestelijke dingen. Nou, hoe weten we 100% zeker dat het gaat over fysieke pijn? Lees met me Matteüs 8, vers 16 en 17. Matteüs 8, vers 16 en 17. Daar staat dit. In vers 16 staat, hij genas allen die er slecht aan toe waren. Hij genas allen die er slecht aan toe waren. Hiervoor staat dat allerlei mensen werden bij hem gebracht, die ziekte hadden, die pijn hadden, die allerlei dingen leden. En Jezus genas allen die er slecht aan toe waren. En dan staat er in vers 17, opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja, toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Deze tekst wordt letterlijk geciteerd op het moment dat Jezus fysieke zieken aan het genezen is. Als je zegt dat het geestelijk is, dan zeg je dat God zelf zijn eigen woord verkeerd citeert. Amen. Want God zelf past het toe op fysieke genezing. Dus het Oude Testament vertelt ons dat Jezus Christus onze ziekte gedragen heeft. En dat er door zijn striemen genezing, Rafa, is gekomen. Hij is Jehovah Rafa, de Heere, onze geneesheer. Halleluja. En de Bijbel zegt, Jezus heeft onze ziekte op zich genomen, onze pijn gedragen, om onze ongerechtigheden. Hij heeft ons tevreden gebracht. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Het is voor iedereen. Als jij valt in de categorie ons, is het voor jou. Amen. Kijk eens naar je buurman of je buurvrouw en kijk of die eruit ziet als een ons. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw, jij bent ook een ons. Halleluja. Nou, dit was alleen nog maar een paar teksten uit het Oude Testament. Vervolgens, in het Nieuwe Testament, en hier wil ik het niet te lang over hebben, maar zie je altijd dat genezing voor iedereen is. Ik had laatst een gesprek met iemand, de directeur van een hele bekende christelijke organisatie. Ik ga geen namen noemen. Zei, ik geloof niet in genezingsdiensten. En ik geloof niet dat het voor iedereen is. Ik zei, geef me één tekst. Eén tekst waar staat sommige of enkele of voor een paar als het gaat om genezing. Geen één. Er is geen één tekst. Het is altijd voor allen. Het is altijd voor allen. Je kan geen één tekst vinden in de hele Bijbel met selectieve, met beperkte
omschrijving als het gaat om genezing. Jezus zei altijd, ik wil het, word genezen. Ik zal komen en hem genezen. Jezus, gisteren zei ik het ook, hij genas zelfs schoonmoeders. Genezing is voor iedereen. Amen. Halleluja. Prijs de Heer. Jezus genas alle. Je mag met me meegaan naar Matteüs hoofdstuk 4. We gaan een paar teksten lezen. Matteüs hoofdstuk 4 vanaf vers 24. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren. Die door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. En die door demonen bezeten waren. En maanzieken en verlamden. En hij genas hen. Halleluja. Jezus genas ze allemaal. We hebben net al Matteüs 8 vers 16 en 17 gelezen. Waar staat hij genas allen die er slecht aan toe waren. Dan Matteüs 12 vers 15. Jezus wist dat. Hij vertrok vandaar. Vele menigte volgde hem en hij genas hen allen. Matteüs 14, vers 14. Toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en hij genas hun zieken. Halleluja. Matteüs 14, vers 35. Toen de mannen van die plaats hem herkenden, stuurden ze een bericht rond in heel die streek. Ze brachten bij hem alle die er slecht aan toe waren. En zij smeekten hem alleen maar de zoom van zijn bovenkleed te mogen aanraken. En allen die hem aanraken, werden gezond. Halleluja. De laatste die we gaan lezen, Matteüs 15, maar we zouden ook Matteüs 19, 21, weet ik veel, hoeveel anderen kunnen lezen. Matteüs 15, deze vind ik mooi. En Jezus vertrok vandaar, vers 29, en kwam bij de zee van Galilea. Hij klom de berg op, zeggen ze, hij klom de berg op. En hij ging daar zitten. En er kwam een grote menigte naar hem toe. En ze hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich en vele anderen. En zij legden ze voor de voeten van Jezus en hij genas hen. Zodat de menigte zich verwonderde toen zij zagen dat zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken. De verlamden gezond werden, de kreupelen konden lopen, de blinden konden zien en ze verheerlijkten de God van Israël. Jezus genas iedereen die bij hem kwam. En het maakte niet uit wat mensen hadden. Hier lezen we dat hij genas zowel de verlamden, dat zijn mensen die niet kunnen lopen, als de kreupelen. Kreupel betekent dat je een lichaamsdeel mist. Of dat is iets anders nog dan verlamd. Een verlamd iemand heeft geen controle over zijn lichaam, maar een kreupelen mist iets. Of die heeft zijn benen gebroken, verbrijzeld, die benen staan in andere hoeken. In ieder geval iets. In de Griek staat er zelfs verminkte. Hij genas de verminkte. Nou, als je nadenkt over deze tekst, de Bijbel zegt, Jezus klom de berg op. Dus Jezus klom de berg op en hij ging daar zitten. En de Bijbel zegt, de hele menigte bracht blinden, verlamden en kreupelen. Hoe komt een kreupelen op een berg? Hoe komt een verlamde op een berg? Hoe komt een blinde? Weet je, de blinde die kon lopen, maar die kon het niet zien. De kreupelen kon het zien, maar die kon niet lopen. Dus misschien dat de kreupelen op de rug van de blinden ging zitten. De kreupelen zijn waar die heen ging. Zo kwamen ze bij Jezus. En de blinden ging ziende terug. En de kreupelen liep terug. Als ze bij Jezus 2000 jaar geleden een berg op konden klimmen om genezing te ontvangen. Kan jij in 2023 in Nederland met een Skoda onder je kont in een genezingsdienst komen en genezing ontvangen. Halleluja. Jezus genas alle, halleluja. Jezus genas alle, halleluja. Hij zei, genezing is het brood van de kinderen. En Jezus heeft ons ook de opdracht gegeven. Hij zegt, leg handen op zieken en ze zullen genezen. Jacobus 5, is iemand onder u ziek? Laat hem de oudste van de gemeente roepen, salven met olie, het gebed van geloof bidden en de Heer zal hem genezen. Het is altijd voor iedereen. Zeg eens, het is altijd voor iedereen. Halleluja. Nou, we hebben God zulke grote wonderen gezien doen. Mensen die 46 jaar aan medicatie zaten. Mensen die kanker hebben in hun lichaam. Weet je, en ik zeg altijd, we zijn pas net begonnen. Ik zie zoveel meer wonderen dan 10 jaar terug. Wat is er gebeurd? Is God veranderd? Nee. God is niet wakker geworden de afgelopen 10 jaar. Ik ben veranderd. Ik heb geleerd. Ik ben gegroeid. En hoe meer we leren om te wandelen in geloof in de kracht van God, hoe meer wonderen we zullen zien. En ik profeteer dat de kracht van God sterk terug zou komen in Nederland in de naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Daarom bouw je theologie niet op je ervaring, maar op het woord van God.
Ik zit er nog niet dat iedereen geneest in onze diensten. We hebben diensten gehad waar iedereen genas, maar niet alle diensten. Maar dat is wel het plan en de wil van God. Want Jezus zei, je zal dezelfde werken doen als ik en nog grotere. Dat is het plan van God. Dat is de wil van God. Maar ik baseer mijn theologie niet op wat ik zie, niet op wat ik voel, niet op wat ik ervaar, maar op het woord van God. En in het woord van God zie ik dat Jezus Christus altijd iedereen wil genezen. En ik wil jou uitnodigen om hetzelfde te doen. Wat je gelooft, baseer het niet op wat je ziet, niet op wat je voelt, maar op het woord van God. Want het woord van God is de waarheid en de schrift kan niet gebroken worden. Amen. Halleluja. Ik zou hier nog zoveel meer over kunnen preken. Maar de Bijbel zegt in Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Amen. Nou, omdat wij onderwijzen, bijvoorbeeld in Jezus aanraken, in mijn nieuwe boek en in mijn preken, dat God iedereen wil genezen, zijn er ook mensen die allerlei moeilijke vragen denken te stellen. Ja, maar ik heb voor iemand gebeden, die is niet genezen. Of ik ben naar een dienst gekomen, ik ben niet genezen. Maar ik heb ontdekt, weet je wat je moet doen? Je moet die vragen gewoon omdraaien. Ik heb moeilijke vragen voor mensen die geloven dat God sommigen wil genezen. Wil je ze horen? Ja, goed, dankjewel. Halleluja. Ik ben blij dat jullie zo enthousiast zijn. Als je gelooft dat God sommigen wil genezen, op welke dag van de schepping heeft God dan ziekte gemaakt? Als je gelooft dat God sommigen wil genezen, waarom is er dan geen één tekst in de Bijbel die de mogelijkheid geeft dat het niet gebeurt? Waarom zegt Jesaja 53 dan dat Jezus onze ziekte heeft weggedragen voor iedereen? Waarom zegt Jesaja 53 dat Jezus voor ons zijn striemen genezing gekomen is? Waarom zegt de Bijbel dan dat Jezus alle genas die bij hem kwamen? Waarom wordt er dan gezegd dat God al je zonden vergeeft en al je ziekte geneest? Wat is er dan beter aan het nieuwe verbond als niet iedereen geneest, terwijl onder het oude verbond wel iedereen genas? Waarom wordt ziekte dan geschaad onder de vloek van de wet? En zegt de Bijbel dat God Jezus ons vrijgekocht heeft van de vloek van de wet. Halleluja. Waarom werd dan iedereen genezen die naar een koperen slang keek, terwijl dit slechts een typebeeld was van Jezus? Waarom werd iedereen genezen die van het paaschalam at, terwijl dit slechts een typebeeld was van Jezus? Waarom bracht het hout, de schaal en het zout dan genezing aan alle onder het oude verbond, terwijl dit slechts een schaduw was van wat Jezus? Waarom brengt de rivier uit de nieuwe tempel dan genezing aan alle die het nodig hebben? Jezus is de zon der gerechtigheid die genezing brengt aan alle onder zijn vleugels. Dit is alleen maar Oude Testament. Waarom zegt God dan dat hij al onze ziekten geneest en dat hij alle ziekten van ons weert? Waarom genas Jezus iedereen die bij hem kwam? Waarom zegt Jezus tegen niemand dat het niet Gods plan of wil is om te genezen? Waarom zei Jezus tegen niemand dat het nog niet Gods tijd was om te genezen? Zal ik doorgaan? Ja, dankjewel. Waarom zei Jezus dat wij dezelfde werken horen te doen? Waarom zei Jezus, genees de zieken en niet bid voor de zieken? Waarom gaf Jezus een opdracht om iedereen te genezen? Waarom gaf Jezus autoriteit over iedere ziekte en elke kwaal? Waarom zegt Jacobus, als iemand onder u ziek is, zal de Heer hem genezen en is het voor ieder gemeentelid? Waarom genas in handelingen iedereen? Waarom is dan genezing het brood van de kinderen, niet van sommige kinderen? Als Jezus uit ontferming voor zieken iedereen genas, wat is er dan veranderd aan zijn ontferming als hij dat vandaag de dag niet meer zou doen? Waarom is Jezus Christus dan niet meer dezelfde, gisteren en vandaag en tot in eeuwigheid? En waarom komt het woord sommige of andere selectieve termen niet voor in Gods woord met betrekking tot genezing? Als je de vragen omdraait, dan weet niemand wat hij moet antwoorden, omdat het woord van God ons leert dat Jezus Christus iedereen altijd wil genezen. Als je dat gelooft, ga op je voeten staan, geef hem een applaus en dank de genezer. Hij is Jehovah Rapha, hij is de Heer die geneest. Halleluja! 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 Hoehoe! Halleluja! Dit is lekker, amen! Halleluja, was aanleg de man die niet wandelt. Ik preek mezelf al warm. Oké, je mag nog heel even gaan zitten. We gaan zo bedienen naar de mensen die het nodig hebben. Halleluja. Nou, dit, en nogmaals, dit is gewoon een klein stukje. Ik zou weken kunnen preken hierover. Halleluja. Maar ik moet maandag weer met mijn gezin op vakantie, dus
Ik moet, ja. Ik heb geen keus. Mijn vrouw sleurt me mee. Goed zo. Maar dit is slechts een klein stukje wat het woord van God zegt over genezing. Nou, hoeveel geloven dat de Westen het een en ander kan vernieuwen in Nederland op het gebied van genezing? Amen. Halleluja. Nou, als je dit hoort, wat doet dat bij je? Het geeft je geloof in je hart dat het voor jou is. Want ik heb je laten zien dat het voor iedereen is en dat het voor alles is. Was die andere vergiftigd? Toen hadden we een keer een genezingsdienst en toen had ik zo'n ding van plexiglas. En Arjan had niet gezien dat de voorkant dicht was. Dus hij liep met zo'n flesje wat ze op toek er tegenaan. Dat was echt super grappig. Nou, ik heb je de wil van God gepreekt. Hecht geloof aan de wil van God. Hecht geloof aan de wil van God. Hecht geloof, zeg eens hecht geloof aan de wil van God. De wil van God is dat jij genezing ontvangt. Dat is de wil van God. Nou, geloven is de zekerheid. Geloven is zeker weten. Geloven is zeker weten. Nou, dit is de laatste instructie die ik geef. We gaan zo meteen op verschillende manieren bedienen naar mensen. Morgen hebben we nog een dienst. Morgenmiddag hebben we nog een dienst. Morgenmiddag wil ik iedereen gaan zalven met olie. Halleluja. Als teken van de kracht van de Heilige Geest. Dus morgenmiddag wordt een zalvingsdienst. Halleluja, wordt lekker smeren. Halleluja. Doe je zwembroek aan, flippers aan en kom naar de dienst. Arjan, doe je badpak aan. Halleluja. Nou, de laatste instructie. Lord have mercy on us. We hebben gisteren ook superveel mensen zien genezen. Nou, wat ik altijd zeg, als we bedienen... Als je geloof hebt, een van de belangrijkste aspecten van geloof. Je hebt sprekend geloof. De bloedvloeiende vrouw die zei, als ik hem aanraak, zal ik genezen. Die jongen, Joël, hij tegen je... Volgens mij, wanneer was je in het ziekenhuis? 3 weken terug. En je moeder schreef in de mail dat hij zei, ik ga naar de genezingsdienst en ik zal genezen. Sprekend geloof. Sprekend geloof. We deden een keer een bevrijdingsdienst en... Normaal gesproken bidden we dan niet voor genezing. Maar ik liep door de zaal te bedienen. En ik zag een jongetje zitten van 8, 9 jaar in een rolstoel. En zijn moeder had hem meegenomen naar de bevrijdingsdienst. Maar hij was ziek. Dus ik zag hem zitten. Ik zei, wat is er aan de hand? En zijn moeder heeft een botziekte, spierziekte. Hij kan niet lopen. Hij heeft veel pijn als hij loopt. Dus ik haalde hem naar voren. En we zetten hem op een stoel. Tilden hem uit zijn rolstoel. Zetten hem in de stoel. En ik leg de handen op hem. In de naam van de Heer Jezus Christus. Word gezond. Ik zeg, sta op en wandel. Boom. Jongetje stond op. Was totaal genezen. En zijn moeder zei. Hij zei, als ik bij Tom de Wal kom, zal ik genezen. Geloof van een kind, maar sprekend geloof. Wij gingen verder met de bevrijdingsdienst. Hij was buiten op het parkeerterrein. Rondjes aan het rennen en aan het spelen. Halleluja. Dus je hebt sprekend geloof en handelend geloof. Handelend geloof. Nou, Lucas 17 is de laatste tekst die we gaan lezen. Daarna doe ik het uit mijn hoofd. Lucas hoofdstuk 17. Want hier zien we handelend geloof. Zeg eens handelend geloof. Vanaf vers 11. Het gebeurde toen hij naar Jeruzalem reisde dat hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen 10 Melaatse mannen naar hem toe die op een afstand bleven staan. Zij verhieven hun stem en zeiden, Jezus, meester, ontferm u over ons. En toen Jezus hen zag, zei hij tegen hen, ga heen en toon u zelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heen gingen, dat zij genezen werden. Het gebeurde terwijl ze heen gingen. Hier zien we handelend geloof. Deze 10 mannen waren Melaats. Ze bleven op een afstand staan. Ze riepen naar Jezus. Jezus, help ons. Jezus bad niet eens voor ze. Hij legde geen handen op ze. Jezus riep gewoon iets terug. Jezus riep alleen iets. Daarom, in het woord van God zit genezende kracht. Amen. Het was de hoofdman die zei, Heer, spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen. Jezus sprak op afstand een woord en vanaf hetzelfde moment werd die knecht gezond. Dat is de kracht van geloof in woorden, dat is de kracht van God. En Jezus zegt hier, hij geeft zijn opdracht, zeg eens een opdracht. Jezus geeft zijn opdracht en het moment dat ze het doen, worden ze genezen. Het gebeurde terwijl ze deden dat ze werden genezen. Nou, wanneer... We bidden voor zieken. Wanneer we bedienen,
Ik zeg altijd, nu moet je doen wat je niet kan doen. En mensen die geloof hebben, beginnen te handelen. Die beginnen niet te voelen, die beginnen te handelen. Zeg eens handelen. Je ziet het verschil tussen iemand die voelt en iemand die handelt. Iemand die voelt is voorzichtig, iemand die handelt, die gaat. Ik sprak in Ede in een genezingsdienst en ik sprak over handelend geloof. Terwijl ik aan het spreken ben, boem, springt een man op en die begint te rennen. Echt te sprinten door de zaal. En wat bleek nou? Hij had een liesbreuk en had een gigantisch veel pijn. Maar de kracht van God raakte hem, boem, en hij werd totaal genezen. Handelend geloof. Handelend, hij ging niet voelen, hij begon te rennen. Ik vertelde gisteren het verhaal van die man die een prothese had, die niet kon traplopen, niet kon rennen. Tijdens de preek naar de gang ging, begon te rennen, de trap op te lopen. En hij liep terug de zaal in. Ik heb het, ik heb het, ik heb het. Hij was totaal genezen. Handelend geloof. Zeg eens handelend geloof. Gisteren hebben we gezien dat mensen bevrijd werden van, of genezen werden van staal. Ik sprak in een dienst in Annapolona. En de eerste keer dat ik uit werd over Annapolona, dacht ik dat in Spanje lag. Ligt bij Den Helder. Iemand, die voorganger vroeg mij, wil je komen spreken in Annapolona? Ik zei, ik heb nu geen buitenlandse reis op de planning staan. Maar zodra ik hij zei, ligt bij Den Helder. Kom op, klinkt als Spanje, toch? Annapolona Blanca. Wie kent Annapolona Blanca van George Baker? Wist je dat die man George Bakker heet? En dat George Baker gewoon zijn artiestennaam is? Dat klinkt niet in Amerika, George Bakker. Goed, heeft dit iets met de dienst te maken? Nee, helemaal niks. Annapolona Blanca. In ieder geval, handelend geloof. Ik sprak in Annapolona. Je dacht dat ik vergeten was, maar nee, ik weet nog waar ik zat. Ik was in Annapolona en ik bad vanaf het podium. En ik zei, nu moet je doen wat je niet kan doen. En er zat daar een jonge dame. En die had, ze kon haar knie niet bewegen, want ze had haar knie vastgezet met een stalen plaat en schroef. En ik wist het niet. En ik zei, nu moet je doen wat je niet kan doen. En zij, boem, valt op de knieën. En nogmaals, die kan de knieën. En ze begint te huilen, te huilen, te huilen, te huilen. Dus ik zeg, wat is er? En ze vertelde dat ze een stalen plaat had in de knieën. Ze kon de knie niet buigen. Maar toen ik zei, nu moet je doen wat je niet kan doen. Boem, ze liet zich zakken. Ze was totaal genezen. Halleluja. Halleluja. We hadden ook een jongen uit Den Helder, die kwam in een dienst. En hij had een ongeluk gehad. En hij kon eigenlijk bijna niks meer. Hij zat in de werkloosheid, de WW. En hij kon nog geen tasboodschappen tillen. En ik zeg, nu moet je doen, we banen vanaf poot. Nu moet je doen wat je niet kan doen, want geloof handelt. Zeg nog eens, geloof handelt. En hij kijkt naar zijn verloofde en hij zegt, schat, spring in mijn armen. Achteraf dacht ik, die vrouw had geloof. Aan de andere kant, je bent toch al in een genezingsdienst. En zij springt. Hij vangt erop en hij loopt met het door de dienst. En hij is totaal genezen door de kracht van God. Halleluja. Halleluja. Handelend geloof. In Maastricht kwam een moslimmeisje. En iemand had hem meegenomen naar de dienst. En die kon niet rennen, want hij had een stalen plaat in de enkel zitten. Dus ze kon niet rennen. En een moslimmeisje. Dus geen bijbelkennis, geloof niet in Jezus Christus als zoon van God. Ik zeg, nu moet je doen wat je niet kan doen. Boem, zij begint te rennen. Als een moslim geloof kan hebben, kan jij geloof hebben. Amen. Dus zij is totaal genezen. We hebben dit op video. Dat ik roep erbij en ik zeg, kon je die stalen plaat voelen? En zegt, ja. Ik zeg, kan je hem nu voelen? En je ziet haar naar haar enkel gaan. Natuurlijk kan ik hem voelen. En je ziet haar de enkel pakken. Je ziet haar gezicht op het moment dat ze beseft dat het staal weg is en ze totaal genezen is door koning Jezus. Halleluja. Handelend geloof. Handelend geloof. De laatste dienst in Groningen kwam er een man met een zuurstoftank in een rolstoel, in een rolstoeltaxi. Hij zat in de dienst, we baden van het podium, iemand van het ministerteam legde handen op. Ik zei, nu moet je doen wat je niet kan doen. Hij haalde het zuurstof ervan af. Hij begon te lopen, te loven, te prijzen. Hij kon maar een paar meter lopen. Maar de kracht van God had hem geraakt. Hij werd totaal genezen. We hadden zijn rolstoel met zijn zuurstoftank op het podium gezet als getuigenis. Ik hou ervan om dingen in het gezicht van de duivel te steken, om de duivel te irriteren. Halleluja. En om 10:00 haalden we de taxi hem weer op. En diezelfde rolstoeltaxi die man 3 uur daarvoor uit de taxi moest tillen en mee naar binnen. Nu kwam hij zelf achter zijn rolstoel met die tank zo de taxi in. Dat is Jezus Christus die geneest. Amen. Halleluja. Dat is handelend geloof. De Bijbel zegt, zoals het lichaam zonder de geest dood is, zo is het geloof zonder daden dood geloof. We hebben zoveel mensen. Ik ervaar, God gaat mensen ook vrijzetten van
kiestes, van knobbels, van uitstekende botten. Ik sprak dit, ook was ook in Groningen. En boem, een vrouw begint te rennen, want ze had een knobbel op de voet, waardoor ze niet kon rennen. Ze begon te rennen en ze werd totaal genezen. Halleluja. Dat is de God die we dienen. Amen. Halleluja. Ik heb een goede dienst. Halleluja. Amen. Laten we gaan bedienen naar mensen. Halleluja. Amen. Halleluja. Oké, misschien kan de band naar voren komen. Ik wil weer hiermee beginnen. Ik wil iedereen vragen die pijn heeft in zijn bovenrug, in zijn nek of in zijn schouders om even te gaan staan. Arjan, zou je naar voren willen komen? Om mij even willen helpen. Zorg dat je een beetje ruimte hebt om je heen. Mag even het podium opkomen, ja. Dan kan iedereen zien waarom we jou niet in een badpak willen zien. Zullen we Arjan eens een applaus geven? Hij gaat mee naar alle diensten. Hij lijdt onder mijn slechte grappen. Halleluja. Maar we maken ook een hele hoop leuke dingen mee. Oké, je mag even het volgende doen. Je mag even je mag even je voeten tegen elkaar aanzetten. Met je neus ook van je voeten tegen elkaar aan. En Arjan gaat even voordoen. Dan spreid je je armen, spreid je uit. Allebei je armen. Zorg dat je goed uit kan spreiden. Daarom zeg ik dat je een beetje ruimte nodig hebt. En dan haal je ze naar elkaar toe. En dan klap je ze naar binnen. En dan zie je, bij sommige mensen staan hun armen niet gelijk, maar ze komt de een een stuk minder ver dan de ander. Dat kan omdat je soms scheef gegroeid bent. En daarom hebben mensen soms last van hun rug, van hun schouders. Dus test hem even goed uit. Even goed je armen strekken. Klap ze uit, klap ze naar binnen. En kijk of er verschil zit. Of er een zichtbaar verschil is tussen de lengte van je armen. Wie zegt, er zit bij mij een behoorlijk verschil in? Zwaai eens even, als je een behoorlijk verschil hebt in je armen. Hebben we er eentje? Sommige mensen zijn de schoolslag aan het oefenen. Aan het eind van de dienst krijg je zwemdiploma. Is er iemand? Oké, kom maar even hiervoor staan. Even kijken. Hoeveel verschil heeft u? Kan u het eens doen? Die is korter. Oké. En was er nog iemand daar? Oké. Ja. Wie gelooft? Gelooft u dat God u wil genezen? Amen. Zou je eerst willen komen? Kom maar even het podium op, even via die kant. Relax. Laten we deze vrouw een applaus geven. Halleluja. Allemaal weg. Zijn er mensen die nog nooit van hun leven een wonder hebben gezien? Steek je hand. Als je wil, mag je naar voren komen. Dat je het goed kan zien. Oké. Je mag je voeten even tegen elkaar aanzetten. Je mag even naar mij draaien. En strek je handen maar even uit, zoals je net deed. En dan even goed doen vanaf het begin. Dan kijken we even welke. Oké, we moeten even de andere kant. Je mag even hier gaan staan. Want anders kunnen mensen het niet zien. En naar mij toe gaan staan, ja. Dan kunnen mensen het goed zien. Je voeten goed tegen elkaar, goed uitstrekken. En je hebt pijn, zei je, in je rug, in je nek. Oké. Je hebt een auto-ongeluk gehad, 2 keer aangereden. Hoe lang geleden? Vorig jaar 26 juli, ja, dat heb ik het op het randje afgehaald. Toen ben ik 3 keer over de kop geslagen, ben ik aangereden. En 8 maanden later nog een keer. En van achter ben ik toen in mijn nek. Dat was een kettingbotsing. Oh, deze vrouw is 2 keer van achter aangereden. Dus je hebt pijn. Oké. Nou, strek je handen maar eens uit. En dan mag je gewoon ontspannen. Ook je vingers even helemaal uitstrekken, dat iedereen het goed kan zien. Zien jullie dat?
En ik ga bidden en de kracht van God gaat over je komen. Let op. In de naam van de Heer Jezus Christus gebied ik de kracht van God over je te komen. In Jezus' naam. Dat is de kracht van God. Dat is de kracht van God over je. Dat is de kracht van God over je. Dat is de kracht van God. Wat voel je? Staan, ontvang. En in de naam van de Heer Jezus Christus ontdoe ik je van alle pijn. Alle schade van het ongeluk. Wil je mijn microfoon vasthouden? Alle schade maak ik ongedaan in Jezus' naam. Heer, alles wat kapot gemaakt is, wat scheef gemaakt is, geneest op dit moment in Jezus' naam. Geef me je hand. Ben je klaar om te handelen in geloof? Begin eens te handelen, begin eens te handelen, begin eens te bewegen. Beginnen ze. Kunnen we touwtjes springen? Jezus Christus geneest. Halleluja. Dit is de kracht van Jezus. Halleluja. Dit is de kracht van Jezus. Halleluja. 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 Luister. Wat zeg je? Dit was de hele tijd de dienst, werd het ook doof. Dat was heel apart. En ik had heel hoofdpijn, maar dat is weg. Het is helemaal weg. Wat is je naam? Annie. Annie, waar kom je vandaan? Uit boven Karspel, maar ik ben met mijn dochter het weekendje weer in Groningen te logeren. Dat is een goede logeerbedrijf. Amen. En wie heeft je genezen? God. Amen. Halleluja. Kom op. Halleluja, halleluja. Halleluja, meneer, zou u willen komen? Halleluja. Er is een rivier vanuit de troon van God. Halleluja. Eerst. Oké. Gelooft u dat God er wil genezen? Zeker. Amen. Welke kant is langer? Strek maar even uit. Die is korter dan... ik was nooit goed in wiskunde. Kom maar naar mij staan. Zet uw voeten maar tegen elkaar. Strek uw handen maar uit. Okay. Zien jullie dat? Ontspan. In de naam van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, gebied ik de kracht van God om te komen in Jezus' naam. In Jezus' naam. Dat is de kracht van God. Dat is de kracht van God over je. Dat is de kracht van God. Halleluja. Halleluja. Soms groeit hij heel snel, soms langzaam. Maar de Bijbel zegt, zij die geloven haasten niet. Halleluja. In de naam van Jezus. Hé, kijk eens. Dat is de kracht van God. De kracht van de Heilige Geest over je. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Je had pijn in je nek, in je schouder. Hoe kwam dat? Ook een ongeluk. Hoe lang geleden? In 1991. 1991. Dus dat is best wel even terug. Dat is 31 jaar geleden. Halleluja. Een 10. Halleluja. Oké. In de naam van de Heer Jezus Christus maak ik alle schade in je schouder ongedaan. In Jezus' naam. Dat is de kracht van God tot genezing over je. In Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Bent u klaar om te handelen in geloof? Ben u klaar? Kom op. Begin te bewegen. 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 Jezus Christus geneest. Halleluja. Kom op, geef God eer. Jezus Christus is de genezer. Halleluja. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Wat is uw naam? Bassam. God zegen u. God heeft een plan voor uw leven. En ik bid dat uw getuigenis veel mensen zal raken. Deel het evangelie. Amen. Halleluja, God zegen. God zegen, halleluja. Kom op, geef God nog eens een heel groot applaus. Halleluja, halleluja, halleluja.
Nou, 1991 is een lange tijd. Is een lange tijd. Weet je, artsen kunnen niet altijd alles genezen. Maar Jezus Christus, de Zoon van God. Halleluja. Er is niks wat Hij niet kan genezen. Amen. Je mag gaan zitten. We gaan even op verschillende manieren bedienen naar mensen. Halleluja. Heb ik een... Ja, we gaan voor iedereen, we gaan proberen voor zoveel mogelijk mensen te bidden. Maar je hebt ook scheve armen. Je hebt scoliosis. Laat eens zien, hoeveel verschil heb je? Oké, kom maar. Halleluja. Ibralanach jenna haso cholanan dedededes. Halleluja. Wat is je naam? Matthea. Ja. Kom hier uit de buurt. Waar woon je? Ten Boer. Ten Boer. Dat ken ik niet, maar het klinkt als een boerendorpje. Dat klopt. Amen. Zie je, je hoeft ook geen aardrijkskunde te studeren. Oké. Geloof je dat Jezus Christus je wil genezen? Ja. Waar heb je normaal last van, door scoliosis? Nou, ik... Ja, van mijn rug. Van mijn spieren. Van mijn nek. Jezus Christus geneest je. Strek je handen maar uit. Kom maar. Okay. Nou, ontspan. Oké. Kijk, let op. In de naam van de Heer Jezus Christus. De Zoon van God. In Jezus' naam. Dat is de kracht van God. 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 Wat voel je gebeuren? Ik voel het groeien. Je voelt het groeien. Halleluja. Zagen jullie het groeien? Oké. In de naam van Jezus Christus, de Zoon van God, ik zet je vrij van scoliosis in Jezus' naam. Het verlaat je in Jezus' naam. In Jezus' naam. Die geest van pijn eruit. Ik zet je vrij van die geest van pijn, die geest van zwakte. Uit je spieren, uit je pezen, uit je hele lichaam. Dat is de kracht van God over je. Oké, sta op. Je bent pijnvrij. Sta op. Begin maar te bewegen. Begin te bewegen. Begin te handelen in geloof. Begin te handelen in geloof. Hoe is dat? Hoe lang had je hier last van? Ik ben er al meerdere keren van genezen door God. Een stuk of 4 keer. Maar gek genoeg kwam het steeds weer terug. Hoe lang ik er nu last van heb gehad, dat weet ik niet precies. Heb je mijn boekje Schild van Geloof? Oké, lees die en je behoudt je genezing. Amen. Zullen we God een heel groot applaus geven? Halleluja. Halleluja. Heeft iemand mijn telefoon? Oké. Ik ga even mijn vrouw bellen dan een goede dienst hebben. Nee, schrapje. Ik zet hier... Ook woorden van kennis in en dingen die ik ontvang met gebed. 3 volle melk. Nee, dat is mijn andere lijstje. Grapje. Nou, een van de redenen dat ik grappen maak tijdens genezing is... Ik snap, genezing en ziekte is een serieuze zaak. Maar dit kan overal. Dit kan in de supermarkt, dit kan op straat, dit kan op de voetbalclub. Dit kan overal. En daarom hou ik ervan ook om het luchtig te houden. Maak ik soms grappen tussendoor. Omdat als je in de Albert Heijn staat, kan je niet altijd vragen of de Destiny Church bent. Je even ondersteunen met muziek. Tenzij je pastor Johan bent, dan komen ze waarschijnlijk. Maar... Halleluja, dit waren een paar krachtige genezingen. Amen. Oké, mogen iets zachter spelen. Oké, wat ik wil doen... We gaan met ons ministry team voor een aantal mensen bedienen. We gaan autoriteit nemen over je ziekte en daarna ga je handelen in geloof. En op het moment dat je handelt, word je genezen. Nou, ik ga een aantal, als dit jou omschrijft, jouw situatie, dan mag je gaan staan. Gisteren zijn we begonnen met staal, wil ik weer doen. Mensen die stalen platen, pinnen, hebben in hun lichaam. Ga maar staan op de plek waar je bent. Gisteren werden allerlei mensen genezen. We hebben geen metaaldetector, maar dat maakt niet uit. Een goed idee van diegene, een metaaldetector. Oké.
Is er iemand die ooit zijn rug gebroken heeft of iets in je rug hebt gebroken, waardoor je last hebt? U? Oké. Nee, die vrouw daarachter. Zou u even op de hoek willen gaan zitten? Dan kan iemand van ons ministerteam zo meteen goed bij u. Ik ontving in gebed echt gebroken rug. En iemand die hebt schade aan je nekwervel, begint hier boven en het loopt naar onder in je rug. Als jij er bent, ga staan op de plek waar je bent, ga staan. Oké, er staan een aantal mensen nu. Blijf maar even staan. Ik wil vragen of onze ministry teams even op willen staan. Misschien Koert, zou jij weer mee willen helpen? Gerrit, zou je mee willen helpen? Ga even bij iemand staan. Nog geen handen opleggen, alleen even bij iemand gaan staan. Dan zorgen dat bij iedereen iemand staat. Fleur, als jij mee wil helpen. Sanne, wil je meehelpen? Sanne zit ook in ons team, werkt ook bij ons op kantoor. Oké. Even zorgen dat bij iedereen iemand staat. Ja? Is bij iedereen iemand? Arjan, die helpt ook mee. Ja? Oké, kijk even naar mij. Kijk even naar mij. Zometeen gaan onze ministerteams gaan handen op je leggen. En dan komt de kracht van God. Maar daarna ga je handelen in geloof. En let op, het zijn degenen die beginnen te handelen. Dus daarna ga je doen wat je niet kan doen. Als je niet kan bukken, ga je bukken. Als je niet kan springen, ga je springen. Als je geen koprol kan, maak je een koprol. Maar je gaat handelen in geloof. Amen. Nou, zeg maar eens na. Ik geloof dat het de wil van God is dat ik genees. Jezus Christus heeft mijn ziekte gedragen. En door zijn striemen ben ik genezen. Amen. Oké, ministerteams, leg mijn hand op. In de naam van de Heer Jezus Christus zet ik de genezende kracht van God vrij. Ik neem autoriteit over iedere ziekte, iedere kwaal, iedere pijn. Staal in lichamen, ga weg in Jezus' naam. Word gezond in Jezus' naam. Iedere geest van pijn, eruit. Iedere breuk, herstel. Herstel in Jezus' naam. Amen. Begin te handelen in geloof. Begin te handelen in geloof. Begin te doen wat je niet kan doen. Begin te doen wat je niet kan doen. Begin te handelen in geloof. Halleluja. Halleluja. En als je zwaai is, als je genezing ervaart in je lichaam. Zwaai is, zwaai is, zwaai is. Kom eens naar voren. We maken hier een rij van links naar rechts. Arjan begeleidt het even. Kom naar voren. Kom naar voren. Getuig van je wonden. We willen horen wat de Heer voor je heeft gedaan. Halleluja. Halleluja. Als je hulpmiddelen nodig had om te lopen, neem je ze mee. Halleluja. 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 Van wie waren deze? Halleluja. Jezus Christus geneest. Amen. Halleluja. Hoi. Hallo. Wat is uw naam? Ik ben Babs. Babs. En waar had u last van? Ik heb osteoporose en ik heb hier een stalen pen. En het bot breekt spontaan en dat geneest moeilijk. En het andere been zit ook al een breuk op een plek. Dus dat gaat dan ook binnenkort breken. Dat ging. Wat gebeurde er net? Ja, de pijn was weg. Halleluja. Halleluja. Of die pin er nog, die zitten nog wel, denk ik toch? Maar ja, ik weet het niet. U heeft nog een beetje moeite, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Jezus, laat eens zien wat u nu kan. Loop eens. Loop eens, laat eens zien. Oké, maar laat maar zien dat u zonder pijn kan lopen. Kom op. Jezus Christus. Kijk eens. Kijk eens. Halleluja. Jezus Christus geneest. Halleluja. 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 Ik zei al, de kracht van God is hier. Er is genoeg kracht om naar huis te gaan zonder de hulpmiddelen waar je mee gekomen bent. Amen. Gisteren moest ik nog even opwarmen, maar nu zijn we warm. Halleluja. We houden ze even als getuigenis bij het podium. U mag ze na de dienst ophalen. En je zet ze op marktplaats tegen elk aannemelijk gebed. Amen. Halleluja. Halleluja, dit is een goede dienst. Hey, ik zag jou als eerste springen. Ja.
Vertel eens, wat is je naam? Nathan. Nathan, waar had je last van? Ik had last van een geboorteafwijking. En de 21ste van januari ben ik daarvan genezen bij House of Miracles. Ik had pinnen in mijn bekken en ziekgewrichten. En laatst schroeven in mijn schouders. En ik kan zwaaien en springen. En dat kon je niet? Nee. Kon je ze voelen ook, die pinnen of schroeven? Nee. Okay. Laat eens zien wat je nu kan, wat je niet kon. Kijk eens, deze man had stalen pinnen in zijn lichaam. Halleluja. Jezus geneest. Halleluja. Halleluja. Amen. God zegen. Halleluja. Halleluja. Amen. Die. Hallo. Halleluja. God is goed. Amen. Hey, wat is je naam? Els. Waar had je last van? Van mijn nek. Ik had een dubbele hernia door artrose. En hoe lang had je daar al last van? Ik had er al een half jaar last van. En wat gebeurde er net? Ik voelde iets door mijn dringen, waarvan dat ik, ja, hoe moet ik zeggen, gelukkig, ja. Ik kan mijn hoofd alleen bewegen als ik daarnet zat, nog voor het gebed, kon ik dat nog niet, like wat dat nu wel kan. Wauw. Als ik praat, kan ik mijn hoofd ook goed bewegen. Voordien was het niet, dat was stijf. Ik ging maar zo wat geborgen anders bewegen. Maar nu echt kan bewegen. Geen pijn. Halleluja. Halleluja. Dankjewel. Dankjewel voor je getuigenis. Halleluja. Wat is uw naam? Marlies. En waar had je last van? Ik heb 40 jaar geleden een auto-ongeluk gehad. En daarna nog een paar keer met de fiets een ongeluk gehad. En ik had twee keer toe een whiplash. En mijn bovenste nekwervel, die had een uitstulping gekregen, waardoor ik heel veel last had van hoofdpijn. En ja, doordat het als dier fout staat, gaat het onderin dikwijls ook fout staan. En had ik ook veel last van mijn been. Maar goed, de hoofdpijn is nu weg, dus ik ben heel blij. Halleluja. Kom op, geef Jezus eer. Halleluja, dankjewel. Halleluja. U had een gebroken rug. En u kon moeilijk lopen. En kan u nu lopen? En nu? Oké, deze vrouw heeft een rugwervel gebroken. En die had heel veel pijn met lopen in de rug. Maar ze zegt, ik voel nu geen pijn meer in mijn rug. Kom op, laten we Jezus Christus eer geven. Amen. U kwam later. Ik had 40 jaar geleden en de kom die was gebroken en daar hadden ze een pin in gedaan. Daardoor is mijn schouder, mijn kom, scheef gegroeid. En mijn rug die stond ook scheef en ik ben nu pijnvrij. Halleluja! Kom op, geef Jezus Christus een heel groot applaus. Halleluja! Halleluja, halleluja. Rechter. Waar had je last van? Ik heb bijna 6,5 jaar last van scoliose. Dat is alleen maar erger geworden. En God is mij nu echt van laten genezen. Ik heb zo'n verlichting in mijn schouders en mijn heupen. Zeg maar. Prijs God, deze vrouw ook jarenlang last van scoliose zijn. Wat nog meer? Ja, dat is echt ook een verschil met heupen, zeg maar. En een verschil in de heupen. En ze voelt verlichting en de pijn is weg. Halleluja. Kom op, Jezus Christus geneest. Halleluja. Ik kom zo. Halleluja. Halleluja. We gaan voor een aantal rondes. Ik ga zo meteen ook voor de kinderen. Halleluja. Ik hou van kinderen. Halleluja. Kinderen ontvangen zo makkelijk. Maar ik wil het volgende doen. Dit was een goede ronde. Halleluja. Halleluja. Oké. We hebben een aantal getuigenissen gehad over ongelukken. Iedereen die schade heeft aan de hand van ongelukken, operaties, wat dan ook. Waardoor je schade hebt, pijn hebt, moeite hebt, ga staan.
Is er iemand met een probleem met je milt? Is er iemand met zijn milt een probleem? En als een van de getuigenissen die ik in de dienst heb gedeeld, als dat jouw geloof heeft gegeven voor jouw wonder, ga dan staan. Op de plek waar je bent. Dus ik heb getuigenissen gedeeld. Halleluja. Halleluja. En, even kijken hoeveel mensen hebben nu die staan. Een aantal. Oké, laten we eerst deze ronde doen. Als je in het midden staat, mag je even naar de zijkant lopen, dat onze ministerteams bij je kunnen komen. Ministerteams, gaan we naar mensen toe. Nou, als je kan handelen in geloof, ben je klaar om te handelen in geloof. Ik zag net ook die man die als eerste opsprong. Die wachtte ineens tot ik amen had gezegd. Hij was aan het springen en hij is totaal genezen. Halleluja. Sommigen die geloven haasten wel. Halleluja. Maar het is een goede zaak om je te haasten om te genezen. Amen. Oké, zeg maar eens na. Door zijn striemen ben ik genezen. En Jezus Christus heeft mijn ziekte gedragen. Oké. Ministerteams, leg handen op deze mensen en geloof dat je ontvangt op dit moment. In de naam van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Neem uw autoriteit over iedere ziekte, iedere kwaal. Wees genezen in de naam van de Heer Jezus Christus. Alle schade maken we ongedaan. Ingewanden, herstel in Jezus' naam. En wees genezen van je kwaal. Wees genezen van je aandoening. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Begin te handelen. Begin te handelen. Begin te doen wat je niet kan doen. Begin te doen wat je niet kan doen. Begin te doen. Begin te handelen in geloof. Niet afwachten, handelen. Amen. Begin te handelen. Begin te handelen. Begin te handelen, halleluja. Begin te handelen, halleluja. 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 Wie ervaart de genezing in zijn lichaam? Zwaai eens met je handen. Zwaai eens met je handen als je genezing ervaart in je lichaam en kom naar voren. Als je genezing ervaart in je lichaam, kom naar voren. We maken hier weer even een rij. Halleluja. Als je hulpmiddelen nodig had, neem ze mee. Had u hulpmiddelen nodig, mevrouw? Had u dat ding... Weet iemand hoe je dat ding start? Heb je daar een rijbewijs voor nodig? Oké, kan die mee? Ido heeft vast een trekkerrijbewijs. Halleluja. Halleluja. Vindt u het goed als ik met u begin? Wat is uw naam? Gebke Zijlstra. Ah, waar had u last van? Hebt u even tijd? Ik loop. Met een volledig gescheurde aorta rond. En dat ik nog leef is al een heel groot wonder. God sprak op de derde dag in het ziekenhuis. Je zal leven en niet sterven. Om de grote daden des Heren te verkondigen. Daarna is er een longziekte bij mij ontdekt. Vandaar de zuurstof. En ik heb 2 keer borstkanker gehad. Ik heb 3 keer van de artsen gehoord. U gaat het niet halen, u moet afscheid nemen van uw familie. En de laatste keer dat ik hoorde van de oncoloog, mevrouw Zijlstra, het is foute boel. Spreekt God er gelijk opnieuw overheen, je zal leven en niet sterven. En als ik dood ben, kan ik niet vertellen wat God in mijn leven heeft gedaan. Weet je, en ik mag dat voor zoveel mensen tot getuigenis zijn. Een goed jaar terug heb ik ook nog 4 weken in het ziekenhuis gelegen met corona. Heb ik opnieuw moeten strijden voor mijn lichaam. En ik merkte echt dat het een geestelijke strijd was.
op een gegeven moment merkte ik dat de duivel als een soort putdeksel me helemaal dichtdrukte. En gevolgens dat ik het uitriep naar God en naar mijn voorganger zei, bid voor me, want ik trek het niet meer. Zo benauwd had ik het. En ineens was het weg. Alleen... En wat merkte u als u zuurstof afdeed? Nog niet veel, maar wel... maar ik weet je, dat vind ik nou even het moeilijke. Omdat ik maar 30% longblaasjes nog heb. Dus... Zullen we God geloven dat uw longen helemaal herstellen? Amen. Leg uw hand eens op uw longen. Mag ik mijn hand op uw hand leggen? In de naam van de Heer Jezus Christus. Dat je longen terug zullen gaan naar 100%. In Jezus' naam. Dat allemaal je longblaasjes zullen herstellen. Heer, ik dank u voor een creatief wonder op dit moment. De kracht van God. In Jezus' naam. Halleluja. Haal eens een paar keer heel diep adem. Halleluja. 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 Dat is de kracht van God. Halleluja. Amen. Halleluja. Hoe voelt dat? Goed. Amen. Halleluja. Bent u er comfortabel mee om dit hier te laten staan als getuigenis? Amen. Halleluja. Kom op, geef God eens eer wat God doet. Halleluja. Jezus Christus geneest. Amen. Hallo. Wat is uw naam? Jacoba. En waar had u last van? Mijn arm heb ik op meerdere plaatsen gebroken, 3,5 jaar geleden al. En daar had ik nog steeds heel veel pijn. En nu als ik dit doe, ik voel helemaal niks meer. En ik kan hem gewoon weer helemaal goed naar boven doen. Ja, dus prijs God. Halleluja! Deze vrouw, 3,5 jaar terug haar arm gebroken, had nog steeds pijn. Maar Jezus Christus heeft haar genezen. Amen. God is goed. Amen. Halleluja. Prijs God. Halleluja. Mevrouw. Ja, u mag weer gaan zitten. U mag ook blijven staan. Maar... Ik wil ook wel even zitten. Wat is uw naam? Martina. Waar had u last van? Ik had last van mijn nek aan de rechterkant. 4 jaar lang. En dus ik kon mijn hoofd niet helemaal naar rechts draaien. En dat pijn ging vanaf hier langs mijn schouders naar beneden. En nu... Doet niks pijn. Ik kan gewoon bewegen. Alle pijn is weg. Halleluja. Halleluja. God is goed. Amen. Dankjewel. Ik ga meteen op jouw getuigenis door. Iedereen die moeite heeft of pijn heeft met lopen of beperkte mobiliteit, ga staan op de plek waar je bent. Ga staan. Mensen met krukken, rolstoelen, rollators. Wat heb je nog meer? Winkelkarretjes. Als je geen zorgverzekering hebt. Karretje van de Jumbo, die is maar 50 cent. Halleluja. Loop even naar de zijkant van je rij, dat je zo meteen kan handelen in geloof. Nou... Loop eerst maar even naar de zijkant. Ik ga zo meteen nog wat instructies geven. Oké. Even goed naar mij luisteren. Iedereen die nu staat voor genezing. Als je ontspannender bent als je zit, ga dan even zitten. Stuur iemand even... Van zijn stoel af, zeg ik ga zitten om een genezing te ontvangen. Want als jij ontspannen bent, is het veel makkelijker om je genezing te ontvangen dan dat je constant die pijn voelt. Dus als het voor jou comfortabeler is om te zitten, vraag dan even iemand anders weg wil gaan. Zodat jij op de hoek kan zitten, want daarna ga je handelen in geloof. Amen. Dus als je zit op de hoek en je wil genezing ontvangen, steek je gewoon even je hand in de lucht. Als je daardoor bent gaan zitten. Ja? Oké. Ik wil vragen of iedereen van ons ministry team even naar mensen toe gaat. Sijbrand en Joke, zouden jullie misschien ook even mee willen helpen? En de ushers van Destiny Church, mensen van het ministry team van Destiny Church. Hou even je hand in de lucht totdat er iemand bij je is. Daar is nog iemand. Daar is nog iemand. Hier. Kijk.
Hou even je hand in de lucht. Volgens mij is daar nog iemand. Daar zijn nog mensen nog. Halleluja. En daar is nog iemand. Halleluja. Oké, zeg mij maar na. Zeg eens, Jezus, hier is nog iemand. Daar is nog iemand. Even kijken. Arjan, even kijken. Hebben we nog iemand hier uit het team? Is nog iemand van Destiny Church? Zou je mee willen helpen? Halleluja. Help maar mee. Daar is nog iemand. Halleluja. Hier nog. Anders gaan we zo meteen nog een ronde doen hoor. Maar anders ook even mensen. Ik loop hier door deze rij zo meteen. Oké, zeg maar eens na. Door zijn streamen. Ben ik genezen? Jezus Christus heeft mijn ziekte gedragen. En ik ontvang genezing op dit moment. In Jezus' naam. Ga maar bidden. In de naam van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Ontvang je genezing op dit moment. We nemen autoriteit over iedere ziekte, iedere kwaal. Wees genezen in de naam van de Heer Jezus Christus. Ik gebied alle pijn uit je lichaam te gaan. Iedere geest van pijn, iedere geest van zwakte, eruit in Jezus' naam. De kracht van de Heilige Geest die op dit moment je genezing brengt. In de naam van Jezus, in de naam van Jezus, in de naam van Jezus. Wees genezen van je aandoening. Amen. Begin te handelen in geloof. Spring op. Ren rond. Begin te handelen. Begin te handelen. Begin te handelen. Begin te doen wat je niet kan doen. Dit is jouw moment voor een wonder. En terwijl ze gingen, werden ze genezen. Handel in geloof. Halleluja. Handel in geloof. Hoeveel mensen ervaren genezing? Zwaai eens met je handen. Zwaai eens met je handen als je genezing ervaart. Zwaai eens met je handen. Zwaai eens met je handen. We maken hier weer een rij om te getuigen. Kom maar even, willen je getuigenis horen. Bij Ayan maken we even een rij. Halleluja. Nogmaals, als je hulpmiddelen nodig had, neem ze mee. Halleluja. 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 God is goed, amen. Hey. Hallo, wie ben je? Stefan. Stefan, waar had je last van? Allemaal kalk en op mijn rug. Het is volledig weg. En hoe lang had je hier last van? Al jaren heb ik al last. Halleluja. Kom op, geef God eens eer. Halleluja. Vanuit België. Vanuit België naar Groningen gekomen. Halleluja. Kijk eens hoe blij die is. Halleluja. Halleluja. Amen. Daar bent u weer. Wat is er gebeurd? Nou ja, in een van mijn ongelukken is er een scheurtje in het kraakbeen gekomen. En ik had heel veel moeite. Ik kon niet blijven staan. En wandelen ging ook heel een lange tijd niet. En ja, het scheurtje is weg. Ik kan weer springen, dus ik ben super blij. Halleluja, de scheur is weggegaan. Halleluja. Amen, halleluja. Hallo. Wat is uw naam? Lisbeth. Lisbeth, wat is er gebeurd? Ik heb last van zenuwpijn, of had zenuwpijn in mijn rechtervoet. Die is ook 2 maten kleiner dan mijn linkervoet. En dat, ja, door de tijd, waarschijnlijk ook door slijtage, is gewoon gaan knellen. En ik kon wel lopen, het is niet dat ik niet kon lopen, maar wandelen op een gegeven moment, dan doet dat zo'n zin en gaat steken. Dat is met springen, het is over, het is gewoon over. Het is zien. Deze vrouw had zenuwpijn. Halleluja! Jezus Christus geneest! Halleluja! Amen!
Hoi, waar had u last van? Nou, van alles. U heeft een grote beurt van de Heer gehad. Amen. Ik kon niet meer dan 2 minuten lopen, staan. Zitten was het beste voor mij. En door de knieën gaan was een probleem. En net kon ik gewoon door de knieën gaan. Deze vrouw kon niet langer dan 2 minuten lopen. Ze kon niet door de knieën gaan en ze kan nu weer alles. Laat eens zien. Halleluja. Halleluja. Jezus geneest. Halleluja. Amen. Dank u wel. Hallo. Wat is uw naam? Boukje. Boukje, waar had je last van? Ik had last van mijn linkerknie. Hoe lang al? 3 dagen. 3 dagen. Je kan beter snel genezen. Amen. Halleluja. En alle pijn is weg? Ja. Halleluja. Amen. Hallo. Wat is uw naam? Treintje. Treintje, waar had u last van? Nou, last van mijn enkel. Van die harde keer Roma in. Maar ik loop nu veel rechter. Halleluja. De dienst ging steeds, mijn enkel ging steeds, ja, mijn voet ook steeds verder naar voren. En nu ben je genezen. Ja. Halleluja, nu kan je weer gaan als een trein. Amen. Halleluja, heel flauw, maar ik moest het maken. God zegen. Hoi, waar had u last van? Ik had een spierziekte. Wat gebeurde er net? Ja, ik heb weer meer kracht in mijn benen en ik kan beter staan. Halleluja. Deze, hoe heet die spierziekte? CDP. CDP. Deze vrouw had een spierziekte en de kracht in de benen is terug en ze kan langer staan. Halleluja. Kom op, geef God eens eer. Halleluja. En de laatste. Halleluja. Hey, wat is je naam? Robert. Robert, waar had je last van? Last van mijn onderrug. En dat straalde heel erg door in mijn benen. Waardoor ik af en toe ook wat de kracht in mijn benen verloor. En met name met lang staan of veel lopen had ik er last van. Dus nu ook weer de hele tijd staan en prijzen. En nu nergens meer last van. Halleluja. God is goed. Amen. Oké. Zijn er ouders die kinderen hebben gebracht voor genezing? Kom nou eens naar voren. Halleluja. Dit ding piept. Ik hoop dat het geen bom is. Nou ja, zegt iemand. Deze kinderen hebben een oogaandoening waardoor ze plus 15 en plus 18 hebben. En de arts heeft gezegd dat het erger wordt naarmate ze ouder worden. Wat is jouw naam? George. George? En jij? Julia. Julia, wat hebben jullie mooie namen. Ik wou dat we konden wisselen. Ik heet Tom. Oké. Mag ik voor jullie bidden? Ja? Mag ik ook voor jou bidden, George? Wil jij mijn microfoon vasthouden? Ik ga mijn handen op je ogen leggen. Doe je ogen maar dicht. Ze hebben nu ook lens in. Maar... In de naam van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Neem ik autoriteit over die oogaandoening en die geest van blindheid eruit. Laat hem los in Jezus' naam. Dat je ogen zullen herstellen. Dat je scherp zal zien. Dat je zal getuigen van de genezende kracht van Jezus Christus. Dank u, Heer, voor totaal herstelde ogen. Amen. En ook voor Julia. Doe je ogen maar dicht. In de naam van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Ik neem autoriteit over die oogaandoening. Die geest van blindheid, verlaat haar. Ik verbreek het over je leven in Jezus' naam. Dat je ogen zullen herstellen. Dat je scherp zal zien. En zal getuigen van de genezende kracht van Jezus Christus. Amen. Amen. Mag je zelf weten. Mag je zelf weten. We gaan ondertussen verder met de rest, maar halleluja.
Amen. Amen. Je voelt je in één keer rustig. Halleluja. Halleluja. Maar niet alles is geschikt voor het grote publiek. Maar God doet een wonder in zijn leven. Amen. Tim, je bent een mooie kerel. En ik zie de roeping van evangelisten op je leven. Ik zie je staan voor menigtes. Ik zie je staan voor menigtes. En je zal het evangelie verkondigen. Je zal op sommige dingen hetzelfde doen als ik doe. Je gaat verkondigen dat Jezus Christus geneest. Je gaat zieken genezen, demonen uitdrijven. En ik zie gewoon in de geest, ik kan in je leven zien. Een hele grote groepen mensen gaan tot geloof komen. Amen. 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 Blijf dicht bij God. Amen. Hoi. Hey. Ja. Je hoort slecht aan één kant. Je hebt gehoord praten. Deze jongen heeft een ooraandoening, waardoor hij steeds slechter gaat horen. En de artsen kunnen ook geen gehoorapparaat of zo ervoor maken, omdat het zo snel verslechtert. Maar we geloven dat Jezus Christus geneest. Amen. Geloof je dat? Wat is je naam? Kenshin. Kenshin? Oké, dat is wel moeilijker dan Tom, maar maakt niet uit. Amen. Wil jij mijn microfoon vasthouden? Dit oor, hè? Ja. Wat ik ga doen, ik ga mijn vinger in je oor stoppen. Is dat goed? Okay. In de naam van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de levende God, gebied ik je oor om open te gaan. Die geest van doofheid eruit in Jezus' naam. Nieuwe trommelvliezen, nieuwe gehoorgangen in Jezus' naam. Vader, een creatief wonder. Herstel alles wat kapot is in Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Doe je goede oren dicht. Hoor je dat? En kon je dat normaal ook horen? Nee? Zeg maar eens na. Zeg eens Jezus. Jezus. Geneest. Mij. Bij. Ik kan horen. Ik kan horen. Kon je dit? Halleluja. Halleluja. Dit is een goede dienst. Halleluja. Hey, wat is er met jou? Heb je moeite met lopen? Je naam? Kenai. Kenai? Jullie hebben mooie namen. Geloof je dat Jezus je wil genezen? Ja? Je mag even hier gaan zitten. Vind je dat goed? Nou, hij heeft een spieraandoening, waardoor zijn benen eigenlijk, zijn spieren verkort zijn, waardoor hij niet rechtop kan lopen. En ADD en ADHD? Je bent nu al heel rustig. Ontspan gewoon, oké? En zometeen ga je lopen. Rechtop. Mijn microfoon vasthouden. Laat onze handen uitstrekken naar deze jongen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Gebied ik ADD, ADHD je te verlaten in Jezus' naam. Ik neem er autoriteit over. Het verlaat je in dit moment. Iedere spieraandoening in je lichaam. Kom in de rust van God. Kom in de rust van God, ook je benen. Vader, een creatief wonder in deze benen. Dat u herstelt
alle schade aan de spieren. Dat je rechtop zal lopen in Jezus' naam. Dat je benen recht zullen zijn. Dat alle pijn, alle ziekte eruit gaat in de naam van de Heer Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus, wees genezen. Geef me een hand. Kom op. Spring op je benen. Begin met springen. Begin te lopen. Begin te lopen. Begin te springen. Begin te springen. Kon die dit niet? Kon die dit niet? Kon die dit al? Wat zegt hij? Vrijheid en verlossing. Jezus Christus geneest. Halleluja. Halleluja. Kijk hoe de kracht van God een gezin raakt. Ik weet niet of ik deze dienst af kan maken. Ik weet wel dat de zalving hier is. Amen. Man, dit is een goede dienst. Ik zou willen dat ik in de zaal zat en gewoon lekker zat te kijken. Halleluja. Weet je, soms als de gave van genezing is de kracht van God de een na de ander geneest. Halleluja. Nou, dit is de reden. Kijk, ik ga iets uitleggen over het koninkrijk van God. God wil iedereen gebruiken. Amen. We kunnen allemaal handen leggen op zieken en ze zullen genezen. Markus 16. Maar Paulus zegt in 1 Korinther 12, vers 28... God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde herders. Ten vierde, staat er, leraars, krachtbedieningen en gaven van genezingen. Als Paulus opsomt hoe de gemeente eruit hoort te zien... Meteen bij de eerste bedieningen noemt hij krachtbedieningen en gaven van genezing. Die horen prominent aanwezig te zijn in iedere kerk, in iedere gemeente. Waardoor dit soort diensten normaal zijn. Iedere gelovige het geloof bouwt om dit te doen. En ziekte wijkt uit de gemeente van de Heer Jezus Christus. Amen. Halleluja. Halleluja. Hey. Wat is je naam? Michael. Michael, waar heb je genezing voor nodig? Beeld kan kijken en dat ik geen pilletjes meer nodig heb. Waar heb je pilletjes voor nodig? Dat ik rustig word. Oké, halleluja. Doe je bril maar af. Heb je plus of min, wat heeft hij? Plus 7. Oké, ik ga eerst bidden dat je geen pilletjes meer nodig hebt. Er is een hele goede pil, de gospel. In de naam van de Heer Jezus Christus neem ik autoriteit over iedere aandoening, iedere kwaal. Dat de rust, de vrede van God op je komt in Jezus' naam. In Jezus' naam. Doe je ogen maar dicht. In de naam van Jezus. Iedere geest van blindheid, iedere afwijking in je ogen. Herstelt op dit moment in Jezus' naam. En iedere slechtziendheid wijk. Wees genezen in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. 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 Hoe is dat? Goed. Amen. Test het maar uit en laat het ons weten. Amen. Halleluja. Ik ben een prachtvent. Halleluja. 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 Ja. Hoi. Wat is er? Laat onze handen uitstrekken. Ook hier ga ik niet zeggen wat er aan de hand is. Het maakt niet uit. Jezus weet het. Amen.
Amen, halleluja. Kom op, laten we God een heel groot applaus geven. Halleluja. 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 Jezus geneest. Hij is Jehovah Rapha. Halleluja. Halleluja. Maar ik wil heel kort deze oproep doen. Als je hier zit... Weet je, soms krijgen we een mail van mensen die zeggen... ik wil wel acteur zijn in een van jullie diensten. We hebben geen acteurs nodig. Jezus Christus geneest echt. Amen. Maar als jij hier zit, zijn hier mensen... en je hebt nog nooit je leven aan Jezus gegeven. Ik heb gesproken over Jezus Christus, hoe hij aan het kruis is gestorven... hoe hij onze zonden, onze ongerechtigheden gedragen heeft. Maar als jij niet zeker weet dat je een kind van God bent... die de eeuwigheid met God doorbrengt, wil ik met je en voor je bidden. En dat is het belangrijkste wat er is. Dus ik wil vragen of iedereen even zijn ogen dicht wil doen. Als jij hier zit en je zegt, ik heb nog nooit Jezus Christus Heer gemaakt van mijn leven... Ik leef nu niet met God. Ik ben niet waar ik moet zitten in mijn leven met God. En ik wil vanavond mijn leven aan Jezus Christus geven. Je hebt gezien, Hij is echt. Hij houdt van je. Maar het belangrijkste is dat je een persoonlijke relatie krijgt met Hem. Als jij dat bent hier vanavond, steek je hand op dit moment. Steek je hand op, draag ik met je en voor je bidden. Amen, ik heb je hand gezien. Zijn er meer mensen? Je hoeft niet naar je buurman of je buurvrouw te kijken. Als er meer mensen zijn, als jij dat bent, steek je hand op. Ik heb je hand gezien. Ik heb je hand gezien. Ik heb je hand gezien. Oké, ik heb je hand gezien. Ga maar staan op de plek waar je bent. Ga maar even staan. Ga maar even staan. Dit is het belangrijkste besluit uit je leven. Amen. Prijs God voor de kinderen. Kom naar voren. We gaan met je en voor je bidden. Als er meer mensen zijn, kom naar voren. We gaan met je en voor je bidden. Kom naar voren. Kom naar voren. Sommige mensen zeggen, ja, waarom haal je mensen naar voren? Jezus zegt, als je mij in het openbaar beleidt voor de mensen, zal ik jou beleiden. Amen. Zijn er meer mensen? Zijn er meer mensen? Kom maar naar voren. Halleluja, de kinderen, prijs God. Halleluja. 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 Is er nog iemand die zegt, ik moet hier eigenlijk bij staan? Laat schaamte, laat angst je niet tegenhouden. Halleluja. Oké. Nou, als er dingen zijn in je leven waar je van moet bekeren, keer je er vanaf. Als er zonde is, als er dingen zijn, keer je er vanaf, bekeer je ervan. Bovendien, als je niet gedoopt bent in water, laat je dopen. Met je doop zeg je... ik laat mijn oude leven achter en ik sta op in een nieuw leven. Dus als je nog niet gedoopt bent, laat je dopen. Meld je hier aan bij de gemeente en laat je dopen. En we gaan samen bidden. We gaan ook bidden dat je een Heilige Geest ontvangt. En dit is een belangrijk moment in je leven. Laat vanaf nu nooit meer de duivel tegen je liegen. Dat je niet bij God hoort en dat je geen kind van God bent. Want we gaan Jezus Christus belijden tot Heer. En de Bijbel zegt, als je gelooft met je hart en belijdt met je mond... dan ontvang je eeuwig leven, ontvang je redding. Amen. Hef je hand omhoog naar God als teken van overgave. En dan mag je mij eerst nabidden. En mag je zeggen, Vader God, ik wijd mijn leven toe aan U. En ik maak Jezus Christus Heer van mijn leven. Ik geloof dat U gestorven bent voor mijn zonde aan het kruis. En dat U bent opgestaan uit de dood. Vergeef me van mijn zonde. En vul mij met uw Heilige Geest. In de naam van de Heer Jezus Christus. En leid mij met uw Heilige Geest. En gebruik mij machtig voor uw Koninkrijk. Was mij. En ik bekeer me van mijn zonden. En ik ervaar echt op dit moment, dat spreek ik over jou, dat verslavingen, dat patronen van zonde doorbroken worden in de naam van Jezus. Het bloed van Jezus Christus wast je, reinigt je en maakt je schoon in Jezus' naam. En wordt ook vervuld met de Heilige Geest op dit moment. Ministerteams, bid maar heel kort even voor deze mensen. Maar we bidden dat je vervuld wordt met de Heilige Geest. Word gevuld met de Heilige Geest. Word gevuld met de Heilige Geest. Word gevuld. Word gevuld. Word gevuld. Halleluja. Wordt gevuld met de Heilige Geest. Halleluja. 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 Oef.
Als de kracht van God komt, worden mensen bevrijd. Halleluja. 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 Amen. Amen. Oké. Okay. Waar is Stefan? Waar neem je mensen mee naartoe? Even die kant op. Marion, waar nemen we mensen mee naartoe? Jullie mogen heel eventjes, je mag even naar me kijken. Je mag heel even met Stefan meelopen. Ze willen even iets aan je geven. En even je gegevens noteren. We gaan je niet ontvoeren. Je komt gewoon terug. Je wordt niet verkocht. Loop heel even mee met Stefan. Je krijgt even wat boeken van mij om je te ondersteunen. Usjes, loop maar even mee ook met deze mensen. Achter naar de koffieruimte. Halleluja. Ik wil me spontaan opnieuw toewijden. Even een bakkie koffie. Halleluja. 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 Oké. Okay. Heeft iemand mijn tablet? Niet verkocht. Ja, is goed. Halleluja. Dit is een goede dienst, amen. Oké, okay, pak heel even je Bijbel erbij. Man, wat hebben we een wonder gezien deze dienst. En morgenochtend gaan we weer verder. En vanavond ook. Als dit je enige avond is dat je er kan zijn, we bedienen naar je. Halleluja. Maar wat ik wil doen, pak even je Bijbel erbij. We gaan even naar 2 Kronieken, hoofdstuk 1. Wat ik zo meteen wil doen, ik wil in algemeenheid zeg maar de dienst afsluiten. Mensen die vanavond voor bediening zijn gekomen. Onze ministerteams zullen nog zijn. Nogmaals, als vanavond echt je enige dienst is dat je er kan zijn. Je hebt nog gebed nodig. Zullen we voor mensen bidden. En anders gaan we morgenochtend en morgenmiddag verder. Nou, neem mensen mee. Ook mensen in de buurt. Wat hier gebeurt is uniek. Amen. De kracht van God en dit soort genezingen. De kracht van God is hier. Dus neem mensen mee. Trek ze gewoon mee naar de dienst. Halleluja. Ontvoer ze. Staat de livestream nog aan? Oké, 2 Kronieken 1 vers 6. Dus ik wil zo meteen in de algemeenheid de dienst afsluiten. Maar voordat we dat doen, willen we iedereen de kans geven om te zaaien in de bediening. Om te zaaien in de bediening. Nou, waar gebruiken we het geld voor waar mensen zaaien? Onder andere met de boeken. Al onze boeken zijn gratis. Ook in de lobby staan alle boeken. Ik zei al, dat boek God geneest altijd. Hoeveel geloven dat dit een belangrijke boodschap is voor Nederland? Halleluja. Dus daar komen er, we hebben nu 100.000 boeken weer die gedrukt worden. Jezus aanraken wordt herdrukt. Dat is onder andere, we zijn een voltijd Bijbelschool aan het opzetten. Omdat we geloven, mijn wens, de wens van mijn hart, is dat nog honderden anderen gaan doen wat ik doe. Het Koninkrijk van God is nooit een one-man show. Is nooit een piramide, draait nooit om een mens. Dus we moeten vermenigvuldigen, we moeten discipelen. En dat doen we met onze part-time scholen die gratis zijn. En we gaan een voltijd Bijbelschool opzetten voor mensen die een roeping ervaren, echt voor voltijd bediening. Om aan anderen te doen wat wij doen, of kerken te planten, of daar ondersteunend in te zijn. Ook die school is helemaal gratis, waar we mensen 3 jaar lang in gaan trainen. Er zijn ontzettend veel dingen, de video's, de Bijbelscholen, dit soort campagnes. En ik geloof dat God Nederland verandert. Amen. En we zijn ook een gebouw aan het bouwen, waar 1700 man in kan, 60 man kantoor, videostudio's, kantoor, distributie, voltijd school. Wat we in Brabant neerzetten. Halleluja. Lekker niet in de Bijbelbelt. Halleluja. Het is tijd om te pionieren in Nederland in gebieden waar weinig wordt gepionierd. Amen. Zijn we ook mee bezig. En dus dan weet je waar je in zaait. Maar voordat je zaait, dit vind ik zo'n mooie tekst. Er staat in 2 Kronieken 1 vers 6. En Salomo offerde daar voor het aangezicht van de Heere op het koperen altaar dat bij de tent van ontmoeting hoorde. 1000 brandoffers bracht hij daarop. En in die nacht verscheen God aan Salomo en zei tegen hem, vraag wat ik u geven zal. Ik vind dit een bijzondere tekst, omdat hoeveel mensen zijn opgegroeid in een christelijk gezin? Heel veel mensen. Dan heb je ook dat verhaal van Salomo. Ja, God verscheen aan Salomo en zei, vraag wat ik je geven zal. Salomo vroeg geen rijkdom, Salomo vroeg wijsheid. Alleen het kwam altijd bij mij over, alsof God
random gewoon op een nacht aan Salomo verscheen. Zonder dat er een aanleiding was. Want het werd je nooit verteld dat er een aanleiding was. Maar de Bijbel vertelt ons dat er een aanleiding was. God verscheen niet random een nacht. Maar de Bijbel zegt, Salomo offerde 1000 brandoffers voor de Heer. En die nacht, zeg eens die nacht. Die nacht verscheen God. Salomo had die dag zo'n grote barbecue voor God gegeven. Dat God zat in de hemel bij zijn troon. Brandoffer, reuk omhoog, nog één. En na 6 uur lang, non-stop, offers, keek God naar beneden. En ziet nog 900 koeien staan. En Salomo die aan het offeren is. En die nacht, zeg eens die nacht. God werkt niet met toeval. Het koninkrijk van God werkt niet met toeval. God zag bij Salomo. Salomo vertrouwt mij met al zijn bezit. En nu ga ik hem vertrouwen met mijn bezit. Dat is wat het koninkrijk van God doet. God is geen God van toeval. Cornelius was de eerste heiden in het Nieuwe Testament. Waar de engel tegen Petrus zei, ga naar hem toe. Was het toeval dat God Cornelius? Nee, er verschijnt een engel aan Cornelius. En die zegt, Cornelius, je giften zijn opgevallen bij God. Als een engel je komt vertellen dat je giften opvallen bij God, dan ben je een goede gever. Amen. Nou, de Bijbel zegt, God heeft een blijmoedige gever lief. Dus blijkbaar vielen de gaven van Cornelius zo op dat God dacht, laten we hem maar als eerste uitkiezen. Halleluja. God werkt niet met toeval. Het koninkrijk van God werkt met zaaien en oogsten. Maar hier leren we iets heel moois over het hart van Salomo. Salomo had gewoon een hart om te offeren aan God. En ik wil je uitnodigen om dezelfde soort hart aan God te geven. Niet uit gewoonte. De Bijbel zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 9. Laat ieder mens geven zoals God in zijn hart heeft gelegd. Niet uit dwang of uit nood, zegt de Bijbel. Zeg eens niet uit dwang en niet uit nood. Het is niet de bedoeling dat mensen je moeten slaan met een kruk. Hier, die hebben we net van de genezingsdienst. Zodat mensen gaan geven. Maar ook niet uit nood. In heel veel kerken wordt uit nood gegeven. Weet je, ik hoef het niet eens te hebben over nood van de bediening. Ten eerste, God voorziet in alle nood. Maar als wij nood vertellen, is iedereen afgehaakt. Alleen dat pand kost al 10 miljoen. Wat denk je wat 600.000 boeken kosten? Wat campagnes kosten? Een voltijdschool kost ons 400.000 euro per jaar aan betaalde krachten, gastdocenten, missiereizen en alles wat we doen om mensen te trainen in bediening. Dus op dit punt, en dit is een getuigenis, want wij zijn in 2017 begonnen met de bediening en toen hadden we niks. Het voordeel is, als je met niks begint, kan je ook niks kwijtraken. Amen. Sommige mensen pakken die niet helemaal, maar... Maar op het punt waar de bediening vandaag de dag zit, hebben we 7 miljoen dit jaar nodig. Dus als wij gaan praten over nood, denken mensen, wat? Maar daarom zegt de Bijbel, het koninkrijk van God werkt niet uit nood. Als iedereen geeft zoals God op zijn hart legt, is er altijd genoeg voor het werk van God. Amen. Dus doe voor een moment gewoon even je ogen dicht. En vraag God om een bedrag, een offer op je hart te leggen. Wat je wil geven, wat je wil zaaien in het koninkrijk van God. En als je bepaald hebt wat je wil geven, maak even voor een moment je offer gereed. Je gift gereed. Er liggen machtigingskaarten onder de stoelen. Als je een pen nodig hebt, zwaai even naar de usjes. En als je het ingevuld hebt, kom naar voren om het te geven.
Deze dienst gaat in mijn top 5 genezingsdiensten tot nu toe. Van 2023. Er is iets met Groningen. De vorige keer dat we in Hoge Zand waren, iedereen de eerste avond die op kruk of een rolstoel binnenkwam, genas. Je bent gezegend als je in Groningen woont. En dat meen ik echt, ik meen dat. Niet vanwege mijn Groningstheologie. Als ik in het midden van het land, in de Bijbelbelt zou wonen, zou ik niet weten naar welke gemeente ik zou moeten. Ik ben eerlijk. Als je gemeente zoekt, kracht van God, kracht van de Heilige Geest, kracht van geloof. In Groningen, deze plek is een prachtige plek. Vredekerk, bij Broeder Ooster, gewoon plekken die geloven in de kracht van het evangelie, de Heilige Geest, genezing, bevrijding. Prachtige plekken. Je bent gezegend. Je bent gezegend. Ik belde Broeder Ooster op, omdat we deden eerst onze genezingsdiensten bij Gerken. En deze plek heeft iets meer ruimte, dus ik belde Gerke op. Ik zei, Gerke, ik wil dat je weet dat we gaan naar Destiny Church. Ik weet, ze hebben een goede relatie, maar ik wil je wel eerst opbellen. Niet dat je een flyer ziet, terwijl we het normaal bij hem doen. En het eerste, dit zegt iets over het hart van Leiden. Prijs God, kom zo vaak naar Groningen, al ben je er ieder weekend, waar je ook heen gaat. Je bent van harte welkom. Dat zegt iets over het hart van een leider. Amen. Je mag gaan staan, je mag ook verder nog naar voren komen voor je giften. Nogmaals, alle boeken liggen, waar liggen de boeken eigenlijk? Aan die kant? Oké. Die deur gaat zo meteen open. Alle boeken zijn op, dat kan ook. Nee, we hebben er genoeg, halleluja. Oké, je mag gaan staan, ik wil je de zegen meegeven. Daarna gaan we een lied zingen, je mag ook nog naar voren komen. Je mag ook contant geven, je mag witwassen, je mag van alles. Het bloed was witter dan sneeuw. Dus het geeft aan het koninkrijk is het geheiligd. Halleluja. We gaan hierna een lied zingen. Nogmaals, als vanavond je enige avond is, zullen onze ministerteams te staan. Dus we gaan nog één lied zingen met elkaar. Kunnen onze ministerteams naar voren komen. En mensen die genezing nodig hebben, kunnen naar voren komen naar de ministerteams. Vader, dank u wel voor deze geweldige dienst. Wat bent u, een goede God. Heer, we houden van u. Dank u, Jezus Christus. Dank u voor onze verlossing. Heer, u bent zo ontzettend goed. Heer, we hebben u lief. En ik dank u voor wat u heeft gedaan in de levens van iedereen. En ik dank u voor wat u doet in deze plek. En we geven u alle eer en alle glorie. En we zegenen ieder die hier is. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Geef God een heel groot applaus voor de wonderen. En laten we zingen met elkaar.